Carly Merels. Tunnelvisie. Ik las laatst. Ja, die vier losse stoelen, of drie losse stoelen, vier losse stoelen. Zo. Ik heb natuurlijk helemaal geen pen. Ja. Dan kun je mijn tas laten er zitten. Goedemorgen. Goedemorgen.
Ik snap daar niets van, hè. Oh ja. Dames en heren, welkom in Den Haag. Ook vandaag is hier in ieder geval het aantal personen dat in deze zittingzaal aanwezig mag zijn beperkt door de coronamaatregelen. Daarom is hiernaast nog een andere zaal in ieder geval ingericht waarop eventueel de zitting gevolgd zal kunnen worden. Er is vandaag weer een livestream. En voor de beeld- en geluidsopname geldt ook weer wat al eerder bij de andere zittingen van toepassing was. Meneer Wilders, goedemorgen. Goedemorgen. Op een heel andere plek, ja. Maar ik hoop dat het allemaal goed gaat verder qua geluid en noem maar op. Uw personalia zijn ongewijzigd. U weet dat u moet opletten en niet tot antwoorden verplicht bent. Hier aanwezig zijn nu twee raadslieden vandaag. Ook u welkom. En natuurlijk de advocaat-generaal, welkom. We hebben afgelopen maandag zijn we hier geweest bij de zitting in Schiphol. Daar heeft de verdediging het woord gevoerd om nog toelichting te geven op de stukken die er waren en ook op de nieuw ingekomen stukken. En vandaag is het woord aan het Openbaar Ministerie om ook hun stuk nog toe te lichten. Ik zou zeggen, gaat uw gang. Dank u wel. Ja, dank u. Dank u wel. Wij zullen vandaag het woord voeren, toelichting geven op ons schriftelijk stuk wat wij hebben ingediend. Ik zal van die toelichting
ongeveer de eerste helft voor mijn rekening nemen. En daarna zal mijn collega de tweede helft voor haar rekening nemen. Edel groot achtbaar college, raadslieden, verdachten en alle andere aanwezigen. We zijn verheugd, net zo verheugd als we afgelopen maandag waren. We zijn verheugd dat deze strafzaak weer fysiek op een zitting kan worden voortgezet. Ook zijn we tevreden met het feit dat uw Hof eerder een schriftelijke ronde heeft ingelast om de voortgang in de zaak te houden. Een schriftelijke ronde waarin de verdediging heeft gereageerd op onze processen verbalen van 5 december en van 4 februari. Processen verbalen over de zoekslagen binnen het OM en binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid. En dat zijn zoekslagen geweest die zijn verricht naar aanleiding van de stelling van de verdediging dat er sprake zou zijn van politieke beïnvloeding vanuit het departement op de vervolgingsbeslissing en op de vervolging van verdachten. Tevens heeft de verdediging in die schriftelijke ronde gereageerd op de sinds december vorig jaar in het procesdossier gevoegde stukken. In die schriftelijke ronde hebben wij vervolgens weer gereageerd op het standpunt wat de verdediging toen heeft ingenomen. En we hebben in die reactie ook tevens een standpunt ingenomen over de geformuleerde onderzoekswensen van de verdediging. Zoals we weten heeft de verdediging afgelopen maandag 29 juni een toelichting gegeven op haar schriftelijk stuk. En u zei het al, meneer de voorzitter, vandaag zijn wij aan de beurt om onze toelichting te geven wat wij aan u Hof hebben geschreven. En wat wij destijds hebben geschreven, dat was een stuk van 5 juni, een stuk van 28 pagina's. In dat stuk hebben wij geconcludeerd dat, en dan uit de nieuwe stukken niet blijkt dat er sprake is van politieke beïnvloeding van de vervolging en van de vervolgingsbeslissing. We hebben ook geconcludeerd dat met het opmaken van de processen verbalen van 5 december 2019 en 4 februari 2020 wij voldaan hebben aan uw opdracht van 16 oktober 2019. En we hebben ook geconcludeerd in dat schriftelijk standpunt dat nieuwe stukken, het voegen van nieuwe stukken naar ons oordeel niet noodzakelijk is. Wij gaan dadelijk in op deze, ja, zeg maar deze punten, deze conclusies, maar eerst nog enige inleidende opmerkingen. En dat zijn inleidende opmerkingen naar aanleiding van wat er afgelopen maandag door de verdediging naar voren is gebracht. Het woord van het OM is van groot gewicht. De woorden van een officier van justitie of van een advocaat-generaal zijn woorden waarop vertrouwd kan en waarop vertrouwd mag worden. Het zijn woorden van magistraten waarop de rechter kan vertrouwen dat ze naar eer en geweten zijn uitgesproken. En dat betekent dat als een officier zegt dat hij zelfstandig de vervolgingsbeslissing heeft genomen, dan is dat zo. En als hij zegt dat hij zelf, als de officier zegt dat hij zelf de keuze heeft gemaakt voor welke feiten vervolgd zal worden, dan is dat zo. En als hij zegt dat hij zelf zijn requisitoor heeft geschreven, dan is dat zo. En als hij zegt dat er toen niemand aan zijn bureau heeft gestaan, dan is dat zo. Op die woorden kan vertrouwd worden. Daar zijn geen stukken of daar zijn geen bewijsstukken voor nodig. Nog afgezien van de vraag hoe te bewijzen zou zijn, hoe dat allemaal te bewijzen zou zijn, anders dan door de woorden van de betrokken officier zelf. Overigens, er is in deze zaak meer dan alleen de woorden van de officier van justitie. Stukken die de woorden van de officier van justitie ondersteunen. En dan bedoelen wij op de verklaringen van de heren Opstelten, Bolhaar en de betrokken topambtenaren, zo noem ik ze maar even, bij de raadscommissaris. Wij doelen op de aan het dossier toegevoegde ambtsberichten, aan het dossier toegevoegde mails, de toegevoegde notas, notities en dergelijke, waaruit niet is af te leiden dat er sprake is geweest van politieke beïnvloeding. Sterker, in die stukken is vaak te lezen dat de minister afstand moet houden van het OM en dat het OM de uitlatingen van verdachten onderzoekt en vervolgens een beslissing neemt. Verder hebben wij uiteraard meer dan eens gesproken met de officier van justitie over die gestelde politieke beïnvloeding.
En daarnaast hebben wij, mijn collega en ik, alle documenten bekeken die in het kader van de zoekslagen naar boven zijn gekomen. En wij hebben de volle overtuiging dat het OM zelfstandig de vervolgingsbeslissing heeft genomen. Als wij maar enige twijfel zouden hebben, dan zouden wij die twijfel melden. Wij staan hier niet om zaken onder het tapijt te houden. Wij staan hier niet tegen beter weten in te praten. Wij geven ons standpunt naar eer en geweten. Wat wel duidelijk is, is dat wij anders dan de verdediging denken over al die toegevoegde stukken. Wij lezen die stukken anders. En zijn van oordeel dat de verdediging ze verkeerd leest. En dus ook de verkeerde conclusies uit die stukken trekt. Wij maken dat straks duidelijk. En we hebben dat ook al in ons standpunt van 5 juni, in ons schriftelijk standpunt van 5 juni betoogd. En dan nog een andere inleidende opmerking. In het al veel besproken ambtsbericht van 10 september 2014 is te lezen, en dan citeer ik dat ambtsbericht, pagina 15... Dit strafproces is geen politiek proces, hetgeen zeer waarschijnlijk door de heer Wilders zal worden beweerd. Een politiek proces is een proces waar de politiek de facto een aanzienlijke, zo niet beslissende invloed heeft op de beslissingen om te vervolgen. En op de uitkomst, daarvan is volstrekt geen sprake. Dus einde citaat, zeg maar stelling, definitie. In het ambtsbericht van het Openbaar Ministerie aan de minister. Het is dus een definitie van wat is nu een politiek proces. Wat kun je als een politiek proces duiden? Die de verdediging afgelopen maandag heeft omarmd. Een aanzienlijke, zo niet beslissende invloed. De verdediging heeft meer dan eens die definitie aan uw hof voorgehouden. Geen politiek proces. Daar is in de verste verte geen sprake van geweest. En we zullen dat dadelijk allemaal duidelijk maken. Dan kom ik nu bij, zeg maar, de nieuwe stukken. De nieuwe stukken betreffende wel of geen politieke beïnvloeding. Die nieuwe stukken, dat zijn veelal mails die uit de zoekslag van het departement zijn naar voren gekomen en zijn gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl. En dan hebben we het over de documenten die gerangschikt zijn in de rubrieken 5a tot en met 5p. En we hebben het ook over de bijlagen 1 tot en met 19. Die zijn gevoegd bij de beslissing in de WOP-procedure, beslissing van het OM van 3 februari. En ook die zijn gepubliceerd www.om.nl. Maar wat zegt de verdediging nu over deze stukken? Volgens de verdediging geven deze nieuwe stukken aan dat departementsambtenaren zich inhoudelijk hebben bemoeid met de vervolging van verdachten. En verder zijn er volgens de verdediging aanwijzingen voor een politieke insteek van die ambtenaren en ook voor een politieke insteek van het OM in deze strafzaak. Dat laatste zou vooral blijken uit meerdere contactmomenten tussen het OM, het college van procureurs-generaal of medewerkers van het parquet-generaal en het departement, het ministerie. De verdediging heeft in haar schriftelijk standpunt vervolgens 15 thema's, ik heb ze maar thema's genoemd, beschreven. Waaruit af te leiden zou zijn volgens de verdediging dat uit die stukken die politiek-ambtelijke interventie zou blijken. Dat die stukken dat bewijzen. We hebben het ook geschreven, maar ik merk het nu nog een keer op dat de door de verdediging benoemde thema's, die 15 thema's, niet altijd uit de nieuwe stukken, vooral die mails, zijn af te leiden. Oftewel, de verdediging leest dingen in die nieuwe stukken die naar ons oordeel daar niet in staan. We hebben in ons schriftelijk standpunt die 15 thema's één voor één besproken. We gaan dat nu niet herhalen, maar we halen er voor u en voor alle anderen in de zaal er nu de hoofdlijnen uit. En wat zijn dan die hoofdlijnen, wat zijn dan die punten? Dat is een zevental die we nu met u zullen bespreken. En het eerste punt is contacten tussen het OM en het ministerie over het ambtsbericht van 10 september. Het tweede punt wat we bespreken zijn de contacten tussen die minister, de toenmalig minister, en het college van procureurs-generaal. Ten derde zullen we het hebben over de ambtsberichten en de afstemming die daarover is geweest. Als vierde staan we stil bij de vervolging voor aanzetten tot discriminatie. Dan staan we stil bij de vervolging voor groepsbelediging. Dan
hebben we het over het bekendmaken van de vervolgingsbeslissing. En tot slot zullen we nog wat woorden wijden aan de ministerraad of over de ministerraad, wat daar wel en niet besproken zou zijn. Maar voordat wij dat doen, toch eerst nog een korte schets van hoe steekt het Openbaar Ministerie nou in elkaar en wat is de positie van leden binnen dat Openbaar Ministerie en medewerkers van het Openbaar Ministerie ten opzichte van elkaar. En we doen dat om zeg maar ook de verhoudingen binnen het OM te schetsen. En wij gaan daarbij ook in op de verhouding van het Openbaar Ministerie ten opzichte van het departement. En dat is een beetje om te begrijpen van zinnen als van ja, ik zal dat morgen even aan een medewerker van het PAG meegeven. Of moeten we dit doorgeven enzovoort. Om dat een beetje te, hoe werkt dat nou in de praktijk? En waar komt die informatie terecht of waar komt die juist niet terecht? En dat is dus zeg maar, ik heb het gezegd, nodig om al de mails en andere stukken goed te kunnen duiden. Want de kern is en blijft toch dat alles wat er in de nieuwe stukken te lezen is, past binnen de kaders van de wet. En dan hebben we het over de wet op de rechtelijke organisatie. En in die wet is dus wettelijk vastgelegd de structuur van het OM en de verhouding van het OM of tussen het OM en het ministerie of de minister. En het kan dus niet zo zijn dat het OM niet ontvankelijk wordt verklaard, want dat is het doel van de verdediging. Als het departement en het OM enkel hebben gehandeld naar bedoeling en naar de bedoeling van de wetgever zoals neergelegd in de wet op de rechtelijke organisatie. Het Openbaar Ministerie is een landelijke organisatie, verdeeld over 10 arrondissementen. En op die 10 arrondissementspakketten beoordelen officieren van justitie jaarlijks enkele honderdduizenden zaken. En verder zijn er 3 bijzondere pakketten, het landelijk pakket, het functioneel pakket en het CVOM. En zaken in hoger beroep, waarin hoger beroep is ingesteld, worden behandeld door het ressortspakket. De landelijke leiding van het Openbaar Ministerie berust bij het college van PG's hier gevestigd in Den Haag. En dat college bepaalt zeg maar het beleid, het landelijke opsporingsbeleid en het vervolgingsbeleid met betrekking tot de handhaving van de rechtsorde. En ziet of er sprake is van samenhang, consistentie en kwaliteit. Dat is het doel wat nagestreefd wordt. Het college wordt daarbij gestaan door een ambtelijke staf en dat is het pakket generaal, het PAG. En om het een beetje te zeggen, het college van PG's vormt samen met die ambtelijke staf, samen met dat PAG, zeg maar het landelijk hoofdkantoor van het Openbaar Ministerie. Voor het college, voor de leden van het college, zijn de hoofden van de pakketten, dat zijn dus hoofdofficieren van justitie of de hoofdadvocaat-generaal, voor het college zijn die hoofden van pakketten het aanspreekpunt. Die hoofden van die pakketten leggen verantwoording af aan het college. De officieren en advocaten-generaal werkzaam op die pakketten informeren ze zo nodig en desgevraagd hun hoofdofficier van justitie dan wel hun hoofdadvocaat-generaal. Officieren van justitie, advocaten-generaal, behandelen met een grote mate van zelfstandigheid hun zaken. Ze hebben veel ruimte om te handelen en om keuzes te maken. En zij zijn leidend, en dan met een korte ei, ze zijn leidend in hun eigen zaken. Uiteraard wel binnen de geldende juridische en de afgesproken beleidskaders. En in overleg met en zo nodig na toestemming van hun leidinggevende. En als we het dan hebben over gevoelige zaken, dan vindt er in de regel overleg plaats met het hoofd van het pakket. De zaaksofficier van justitie, dan wel de zaaksadvocaat-generaal, informeert zijn hoofdofficier of zijn hoofdadvocaat-generaal. En die, dus de hoofdofficier, hoofdadvocaat-generaal, informeren op hun beurt weer het college, dat op zijn beurt de minister informeert vanwege de ministeriële verantwoordelijkheid van de minister voor het optreden van het OM. En dat informeren geschiedt veelal door middel van ambtsberichten.
En het opstellen of het voorbereiden van die ambtsberichten, het opstellen van die ambtsberichten van het college, wordt gedaan door medewerkers van het PAG, Parket Generaal. Dat is een getrapte werkswijze. En die maakt dat zaaksofficieren van justitie of advocaat-generaal in de regel geen overleg hebben met het college van procureurs-generaal. En in de regel ook geen overleg hebben met medewerkers van het parket-generaal. En ook niet, eigenlijk helemaal niet, met het departement, met departementsambtenaren, medewerkers. Ik heb het al gezegd, officieren van justitie, AG's, behandelen hun zaak zelfstandig. Zij nemen de beslissing wel of niet te vervolgen. Zij stellen de telastenlegging op. Zij schrijven het requisitoor. Zij bepalen de strafeis. Uiteraard is er overleg met collega's, met directe collega's. Ze bespreken hun zaak met hun teamleider, hun leidinggevende. Ze bespreken hun zaak met de kwaliteitsofficier of met de rechercheofficier. En ze winnen zo nodig ook advies in van de expertisecentra binnen het OM. Ze vragen soms ook een standpunt van het wetenschappelijk bureau van het OM. En dilemma's of vraagstukken kunnen ze aan een reflectiekamer voorleggen. Ondanks al die adviesinwinningen, afstemming met standpunten van de reflectiekamer, het zijn uiteindelijk de zaaksofficieren en de zaaks-AG's die de keus maken. Zij maken de keus. Zij zeggen wel of niet vervolgen, telastenlegging, requisitoor, strafeis. Dat is natuurlijk wel één uitzondering op, tenzij die keus die zij maken door geen enkel redelijk handelend lid binnen het OM of van het OM gemaakt zou worden. In zo'n geval wordt er dan, om het zo maar te zeggen, van bovenaf binnen het OM ingegrepen. Dan naar deze zaak, en we hebben het al meer dan eens gezegd, en het zal misschien vervelend klinken, maar we blijven het zeggen, de zaaksofficieren van justitie in deze zaak hebben zelfstandig de vervolgingsbeslissing genomen. Uiteraard na intern advies te hebben ingewonnen en uiteraard na intern overleg te hebben gevoerd. Maar zij hebben de keus gemaakt welke feiten komen er op de telastlegging die zij hebben geformuleerd. Zij hebben zelf het requisitoor geschreven. En dat is, zeg maar, ik heb de gang van zaken zoals ik hem nu heb geschetst, dat de officieren dat zelf hebben gedaan, dat is in overeenstemming met de zojuist beschreven organisatiestructuur van en de verhoudingen binnen het OM. En dat past ook bij de uitdrukkelijke mededeling van een van de zaaksofficieren van justitie, dat opmerkingen, opvattingen, adviezen, suggesties en dergelijke van departementsambtenaren nooit op hun bureau terecht zijn gekomen. Nu wij zeg maar kort hebben uitgelegd, toegelicht hoe de verhoudingen binnen het OM zijn geregeld, is het tijd om de verhouding van het OM tot het departement te schetsen. En zoals gezegd, ik heb het al gezegd, die volgt uit de wet op de rechtelijke organisatie en het daarmee samenhangende reglement van orde van colleges van collegeprocureurs-generaal. Ik zal het hierna als het reglement aanduiden. Als het goed is zijn de artikelen waar ik nu op wijs ook op de sheets te zien. Artikel 129 zegt kort gezegd dat het college van PG's de minister van Justitie en Veiligheid inlichtingen verstrekt die minister nodig heeft. In artikel 131 is te lezen dat het college nadere regels stelt met betrekking tot de werkwijze van het college en de besluitvorming. En in ieder geval moet geregeld worden in welke gevallen de voorzitter van het college een voorgenomen beslissing van het college aan de minister voorlegt. Op grond of als uitvloeisel van artikel 131 is dat reglement opgesteld en in paragraaf 4 van het reglement worden de hoofdregels gegeven voor overleg van het college met de minister. Voor dat verschaffen van die inlichtingen en voor het afleggen van verantwoording. En voor deze zaak is naar ons oordeel in ieder geval artikel 11 van paragraaf 4 van dat reglement van belang. En wat zegt dat 11e artikel? Het college stelt de minister van Justitie op de hoogte van ontwikkelingen in het algemeen, van voorvallen en van strafzaken die de hoofdlijnen van het beleid met betrekking tot de strafrechtelijke rechtshandhaving raken,
of die van bijzondere betekenis zijn voor de rechtshandhaving, alsmede in de gevallen waarvan de minister zulks heeft aangegeven. En verderop is te lezen in het derde lid van dat artikel: het college brengt beslissingen omtrent afdoening van of omtrent de loop van een onderzoek in de in het eerste lid bedoelde strafzaken ter kennis van de minister van Justitie voordat zij worden uitgevoerd. De strafzaken voorvallen, beslissingen daarover omtrent de afdoening, schrijft dat reglement voor, die worden ter kennis aan de minister van Justitie gebracht voordat die beslissingen worden uitgevoerd. Dat maakt, gewoon deze wettelijke regel, wetgeving en regelgeving, maakt dat er natuurlijk contact is tussen de minister, schuine streep zijn departement, en het OM over strafzaken. Dat is ook normaal. De minister moet worden geïnformeerd door het OM, door het college. En zo nodig, als de minister dat vindt, kan hij een aanwijzing geven, zoals geregeld in de wet RO artikel 107 en artikel 128. En dat is ook wat die minister, de huidige minister, ook schrijft in zijn brief van 3 februari van dit jaar aan de Tweede Kamer. En daar schrijft, die schrijft dat vloeit voort uit de wetsgeschiedenis. En er moet een onderscheid gemaakt worden, schrijft hij, tussen de ministeriële betrokkenheid bij het handelen van het OM en de daadwerkelijke uitvoering van een uitoefening van die bijzondere aanwijzingsbevoegdheid. En wij citeren in dit verband uit de memorie van toelichting. Ministeriële betrokkenheid betekent in de eerste plaats dat er goed overleg plaatsvindt tussen die minister en het Openbaar Ministerie over de weg die in een bepaald geval moet worden gevolgd. Voorhands mag ervan worden uitgegaan dat in verre weg de meeste gevallen dit overleg tot overeenstemming leidt. De vraag of een aanwijzing moet worden gegeven komt dan niet aan de orde. Wij zeggen dat in deze zaak louter sprake is van ministeriële betrokkenheid bij het handelen van het OM. En dat die betrokkenheid zichtbaar is geworden in de inmiddels aan het strafdossier toegevoegde stukken. Betrokkenheid. En dat is omdat het OM niet namens de minister handelt, in naam van de minister handelt, maar wel onder verantwoordelijkheid van de minister handelt. En dat maakt dat er door ambtenaren van het departement onderling gedebatteerd, gecorrespondeerd, geïmaild is over de door het OM genomen besluiten, zoals verwoord in die ambtsberichten van het OM aan de minister. En ook is er contact geweest tussen ambtenaren van het departement en het parket generaal. Er zijn persoonlijke overleggen geweest tussen de minister en de voorzitter van het college. En die communicatie, die contacten, dat overleg, dat informeren van de minister door het OM is alleen maar, is louter om die minister zijn ministeriële verantwoordelijkheid te kunnen laten nemen voor het OM in het kader van de vervolging genomen, zelfstandig genomen besluiten. En dat past in de werkwijze die onze wetgever, zo moet ik het zeggen, voor ogen heeft gestaan en nog steeds staat en zoals neergelegd in de wet op de rechtelijke organisatie. Van een aanwijzingen, zowel een formele aanwijzing, maar ook een informele aanwijzing, om het zo maar te zeggen, een aanwijzing in de wandelgangen, waar de verdediging het ook over heeft gehad, van een aanwijzing in welke vorm dan ook, en van politieke beïnvloeding van de vervolgingsbeslissing of van de vervolging is in deze zaak geen sprake. Dat is zeg maar een beetje het kader, het beoordelingskader om ook een beetje zeg maar de contacten en de e-mails die er zijn geweest een beetje te kunnen duiden en te kunnen plaatsen. En zoals gezegd, wij zullen de verdediging en ik zullen het echt niet eens worden over hoe we die stukken allemaal moeten duiden. Maar naar onze opvatting is het zo dat als je ze met dit beoordelingskader bekijkt, dat je kunt zeggen, nou ja, dat is op zichzelf normaal en ook voorgeschreven dat er contact is.
En de vraag is of dat contact dan zodanig is geweest dat de minister heeft gezegd, OM, wat je ook wil, dat doet er niet toe, dit gaat er gebeuren en van het laatste is geen enkele sprake. Zoals gezegd, het eerste punt, dat is het al veel besproken ambtsbericht van 10 september en de contacten daarover tussen het departement en het Openbaar Ministerie. En we hebben het gezegd, het OM informeert de minister, en dat gebeurt vaak door ambtsberichten over een lopende strafzaak. En wat was nou de bedoeling van dat ambtsbericht van 10 september 2014? Het informeren van de minister over het feit dat het OM besloten had om verdachten te vervolgen. En om de minister te informeren hoe het OM op welke juridische gronden tot die beslissing was gekomen. En zoals gezegd, de minister is hierover geïnformeerd vanwege zijn politieke verantwoordelijkheid, ministeriële verantwoordelijkheid voor het OM. Nou, hoe gaat dat dan? Dat gaat van het college, vanuit het kantoor van het parquet-generaal, gaat dat ambtsbericht naar het departement. Dan komt het niet gelijk bij die minister op zijn bureau terecht of in zijn tas terecht. Nee, dat komt terecht bij zijn ambtenaren. En die beoordelen dat ambtsbericht, die checken dat ambtsbericht. En die check houdt in dat die ambtenaren zich een mening vormen over dat ambtsbericht van het OM. Hè? En dat is te lezen in de diverse mails, hè, die aan het dossier zijn toegevoegd en waar we in september vorig jaar ook wel uitgebreid hebben stilgestaan. Daar is te lezen wat vinden die ambtenaren nou van dat ambtsbericht. En als we het dan over die mails hebben, dan zijn dat vooral mails met de datum 15, 16 en 17 september 2014. Het zijn de bijlagen of de mails die in de rubriek 5F te vinden zijn. En wat lees je dan in die mails? Opvattingen en ook vragen en opvatting. Van het ambtsbericht is begrijpelijk. Een vraag is de keus voor alleen aanzetten tot haat overtuigend. Te lezen is dat geschreven wordt beperken tot haat is verdedigbaar. Al is aanzetten tot discriminatie denkbaar. Te lezen is dat het OM geen behoefte heeft aan of dat er geen behoefte is aan LECD-advies. Te lezen is dat een ambtenaar schrijft over een aantal punten heb ik al met de collega van het PAG gesproken. De appreciatie van dat gaan we dan regelen. Die moet aan het OM worden meegegeven. Te lezen is een opmerking, een vraag waarom niet voor beide uitlatingen gaan. Dat zijn de uitlatingen van verdachten op 12 en op 19 maart 2014. Ook te lezen is in die mailwisseling, krijgen we, dat zijn dan de departementsambtenaren, krijgen we het requisitoor vooraf om mee te lezen en nuttige opmerkingen te maken. De verdediging heeft, en die term hebben ze gebruikt, die zeggen ja, hier is juridische munitie geleverd aan het OM. We wijzen erop, en we hebben dat in september vorig jaar ook al gezegd, het zijn mails van departementsambtenaren aan collega's binnen het departement. Zeg maar een onderlinge mailwisseling. Het zijn opmerkingen van de ene departementsambtenaar aan de andere in het kader van de beoordeling van het ambtsbericht van 10 september. Een beoordeling die nodig is om een advies te kunnen geven aan de minister. Op 3 september vorig jaar hebben wij al gezegd over deze mails. Het is voorstelbaar dat hierdoor het beeld ontstaat dat er departement mee heeft geprocedeerd in deze strafzaak. Dat is niet zo. Wat ons betreft wordt duidelijk dat uit het samenstel van deze mails dat ambtenaren van het departement het ambtsbericht van het OM bespreken. De communicatie tussen ambtenaren was nodig om de minister in staat te stellen zijn ministeriële verantwoordelijkheid waar te kunnen maken. En op 10 september zijn deze mails ook weer aan de orde geweest en toen hebben wij gezegd wat wel opmerkelijk is, en daarover zijn wij ook verbaasd, het feit dat ambtenaren van het departement zich inhoudelijk bezig hielden met deze strafzaak. Dat de inhoud van deze mailcorrespondentie de zaaksofficieren nooit heeft bereikt, nog direct, nog indirect. Zij zijn hierdoor niet beïnvloed.
Maar als die correspondentie de zaaksofficieren van justitie wel zou hebben bereikt, dan zouden zij, waarschijnlijk gepikeerd, die terstond terzijde hebben geschoven. Onder het motto, wij gaan als zaaksofficieren over de strafzaak en wij bepalen zelf wat we in ons requisitoor opnemen en hoe we reageren op verweren. Einde citaat. Dat hebben wij op 10 september gezegd. Met alles wat na 10 september aan het dossier is toegevoegd, en met alles wat door de verdediging daarover is gezegd en geschreven, zeggen wij, wij staan nog steeds achter die woorden. Verder nog het volgende over opmerkingen van de departementsambtenaren. Het ambtsbericht van 10 september is bij Digitale Minuut van 19 september 2014 met die nota van 16 september 2014 aangeboden aan de minister. In de departementslijn. Het is niet onbegrijpelijk dat ambtenaren van het departement het ambtsbericht bespreken in hun mails van 15 tot en met 17 september. Bekeken moet worden immers of de minister zijn politieke verantwoordelijkheid kan nemen voor de door het OM genomen vervolgingsbeslissing. De ambtenaren moeten de minister op dat punt adviseren. Zij moeten dus in ieder geval tegen de minister zeggen, melden, joh, die beoordeling, die juridische afweging die het OM heeft gemaakt, die is verdedigbaar. Dat is niet op drijfzand. Daar is goed over nagedacht. Dat is waarom zij een standpunt geven over dat ambtsbericht en de afweging die het OM heeft gemaakt. En verder is het ook niet ongebruikelijk dat medewerkers van het PAG in dit verband contact hebben met departementsambtenaren. En dat is contact gericht op verduidelijking, toelichting, aandachtspunten in verband met die politieke verantwoordelijkheid. Maar het is niet gericht om keuzes die gemaakt zijn en beslissingen die genomen zijn ter discussie te stellen of om te turnen. Wijzen op en meegeven van aandachtspunten door ambtenaren van het departement aan medewerkers van het PAG is geen politieke beïnvloeding door de minister van de vervolgingsbeslissing, die op dat moment al binnen het OM was genomen. Het is in ieder geval niet aan te merken als een aanzienlijke, zo niet beslissende invloed op de beslissing om te vervolgen en op de uitkomst. Dat is dus die definitie die de verdediging heeft omarmd. Departementsambtenaren hebben gezien hun rangorde. Ik zei net al, ik maakte dit gebaar, de lijn van beneden naar boven. Departementsambtenaren hebben gezien hun rangorde in die departementslijn die zeggenschap niet. En als het omturnen van een beslissing van het OM aan de orde zou zijn, stelt OM zegt niet vervolgen, het departement of die minister vindt wel vervolgen. Als er al sprake van het omturnen, het veranderen van de beslissing van het OM aan de orde zou zijn, dan vindt dat plaats via de departementslijn naar de minister en vervolgens in overleg tussen die minister en de voorzitter van het college. En in het uiterste geval, om het zo maar te zeggen, kan de minister een aanwijzing geven, zoals bedoeld in de artikelen 127, 128 van de wet RO. Dus wat betekent dat nou? Dat betekent dat het bespreken van juridische keuzes van het OM, zoals beschreven in het ambtsbericht van 10 september aan de minister, dat bespreken door die departementsambtenaren in hun mails past bij de beoordeling van het ambtsbericht ten behoeve van hun advisering aan hun minister. Verder zijn er niet meer dan aandachtspunten teruggekoppeld naar of aan medewerkers of een medewerker van het PAG, naar aanleiding van die beoordeling van het ambtsbericht. En dat is heel wat anders, dat kun je echt niet zeggen, hier is juridische munitie aangeleverd, zoals de verdediging uw hof wil doen geloven. Of van het verlenen van hulp aan het OM om verweren van de verdediging te kunnen weerleggen. En daarvan zou je inderdaad kunnen zeggen, nou, dan zit je op de stoel van iemand die aan het meeprocederen is, maar daar is naar ons oordeel geen enkele sprake van. En dat was ook helemaal niet de bedoeling van het departement of van de departementsambtenaren om mee te procederen. En dat blijkt ook uit de mail van 16 september 2014
van 23:14, dus een mail van 16 september 2014, waarin te lezen is dat een ambtenaar van het departement zegt of schrijft: onze toets moet heel marginaal zijn. Die minister is uiteraard verantwoordelijk voor het handelen van het OM, maar wil bij deze zaak zo ver mogelijk wegblijven om iedere schijn van politieke bemoeienis tegen te gaan. En deze uitlating van de ene departementsambtenaar aan de andere departementsambtenaar wijst er juist op dat er geen sprake is van handelen wat je als meeprocederen zou kunnen aanmerken. We wijzen ook nog op een mail van 18 september, dat is een mail van weer 2 dagen later. En daar hebben wij op 10 september vorig jaar het volgende over gezegd. In die mail van 18 september 2014 van 12:54 is de volgende opmerking van een adviseur op het departement te lezen in reactie op de vraag naar het requisitoor. Dus zo'n opmerking te lezen: kunnen we dat requisitoor vooraf krijgen? Wat zegt die departementsambtenaar dan in zijn mailbericht? Ik wil wel in algemene zin aandachtspunten aan het OM meegeven, maar ik vind dat we niet op voorhand om een requisitoor kunnen vragen. We moeten niet gaan meeprocederen. Dat doen we in andere zaken ook niet. Ik kan me wel voorstellen dat we kort voor de zitting, die uiteindelijk zeg maar aan het einde van 2016 was, dus ruim 2 jaar later. Hij zegt: ik kan me wel voorstellen dat we kort voor de zitting waarop gerequireerd wordt het requisitoor vragen om qua eventuele woordvoering voorbereid te zijn. Martijn was een andere situatie, daar ging het om het meelezen met een civiele vordering tot ontbinding. Einde citaat. Dat betekent dus, er is niet meegelezen door het departement. Er is ook niet meegedacht met het requisitoor of met het schrijven van het requisitoor. Er is niet meegedacht met de zaaksofficieren van justitie. Een requisitoor dat uiteindelijk, ik zei het net, eind 2016 is geschreven en is uitgesproken. Het is ook een requisitoor dat niet kort voor het uitspreken in november 2016 door de zaaksofficieren ter beoordeling aan het departement is verstrekt. Het OM, de officieren van justitie hebben zelf hun requisitoor geschreven, waarbij conclusies, standpunten zijn gebaseerd op wet, regelgeving en jurisprudentie. En dat betekent dat wij concluderen dat er geen sprake is van politieke invloed op de vervolgingsbeslissing van het OM of op de vervolging. De minister is slechts geïnformeerd zoals voorgeschreven in de wet RO. Voldaan is aan de verplichting die de wetgever in die wet heeft neergelegd. En dat informeren van de minister bij een gevoelige strafzaak als deze ook niet eenmalig is geweest, is ook niet bijzonder, is ook niet raar. Wat zegt de verdediging? Die wijst dan op een mailwisseling. In de schriftelijke ronde wijst de verdediging op een mailwisseling van 15 en 16 maart 2016. Evenwel 15 en 16 maart 2016. Dus dat is al 2 jaar na zeg maar, het uitspreken van de gevraagde uitlatingen, van de ten laste gelegde uitlatingen. Wat is nou in die mailwisseling te lezen? In de mail van 15 maart is verlezen dat op verzoek van een lid van het college van PG's het departement wordt geïnformeerd over het feit dat in de pers al gewag wordt gemaakt van het geregisseerd zijn van de minder-minder uitspraak. Dan vraagt het departement op 16 maart of de officieren van justitie daarover op de zitting, en dat is dan de regiezitting van 18 maart 2016, daarover iets zullen zeggen, over dat geregisseerd zijn van die uitspraken. Dat vraagt dan het departement. En daar wordt bevestigend op geantwoord. Ja, daar gaan ze iets over zeggen. Uit de mailwisseling blijkt dat de nota die wordt genoemd in de mail van 16 maart een interne departementsnota is om de minister te informeren en niet om input, juridische munitie aan het OM te leveren. En ook dat maakt dat als je hier naar kijkt, je in ieder geval kunt zeggen,
dat staat vast. Dat zal voor uw Hof niet moeilijk zijn om dat te kunnen te concluderen. Wij, verdediging en ik, denken hier anders over. Hoe moet je dit nu lezen? Hoe moet je dat nu duiden? Maar wij zijn van oordeel dat hier geen sprake is van beïnvloeding van de vervolging of vervolgingsbeslissing. Die beslissing was al lang en breed genomen, ook door het OM. Het is ook geen bemoeienis met of beïnvloeding van de wijze waarop de officieren van justitie hun vervolging vormgeven. Het is slechts informeren over iets wat op de zittingen aan de orde zou kunnen komen en waarover in de pers al geschreven was. En dan heb ik het dus over dat, gaan ze wel iets zeggen over het geregisseerd zijn van de minder uitspraak. Tot zover het ambtsbericht van 10 september. Dan het tweede punt, en dat zijn zeg maar contacten die er zijn geweest tussen de minister en het college. Gebleken, hè, dat is geen geheim, daar is ook nooit een geheim van gemaakt, dat er dus ook op andere wijze dan door middel van dat ambtsbericht of door middel van ambtsberichten contacten zijn geweest tussen het OM en die minister. En dan hebben we het over contacten tussen de toenmalig minister Opstelten en de toenmalig voorzitter van het college Bolhaar. En in de schriftelijke ronde heeft de verdediging de al veel besproken notitie van 2 april 2014 aangehaald. Dat is die notitie waarin te lezen is, dat zijn die drie steekwoorden, zeg maar, Wilders, procedure besproken, 1000 aangifte. Daar wijst de verdediging op en verder zegt de verdediging, kijk ook naar de mails van 23 september, 6 oktober en 5 oktober 2014. Eerst even over die notitie van 2 april. Hè. Wilders, procedure besproken, 1000 aangifte. Die notitie, daarover is al veel gezegd en er is ook al veel geschreven in deze zaak. En die notitie is gemaakt tijdens een regulier periodiek overleg met de minister. Hè, dat de minister had met de voorzitter van het college. En die aantekening is gemaakt door een medewerker van het parquet-generaal, een ambtenaar. Die Bolhaar, de heer Bolhaar, heeft vergezeld bij dat periodiek overleg. En de minister is toen geïnformeerd over het aantal aangiftes. Naar aanleiding, die gedaan zijn, waren toen naar aanleiding van de uitlatingen op 12 en op. En dan staat hier 14 maart en ik kijk naar de heer Van der Vecht. En ik kijk ook naar de heer Knoops, want ook die hadden het afgelopen maandag over 14 maart. Maar waar 14 staat, moet dus 19 gelezen worden. Dus ik. Nou, hoe onze gedachten tussen van de verdediging en van ons uiteindelijk tot die 14 maart zijn gekomen, weet ik niet. Eindelijk zijn we samen, hè? Ja. Maar over het kernpunt blijven wij toch van mening verschillen. Je moet ergens beginnen. Wat? Je moet ergens beginnen. Ja. Goeie start, meneer Staar, had hij vooral verder zo. Dan naar die mail van 23 september 2014. En daarin is te lezen, dat is een mail van 12 uur 7. Dat is op zichzelf wel een belangrijke mail geworden. Die is vaak ook teruggekomen. In die mail is te lezen dat er morgen, de mail is geschreven op 23 september, dat er morgen een bespreking bij die minister over de zaak W zal plaatsvinden. En wij merken op dat die bespreking uiteindelijk de 25 september is geweest, dus 2 dagen later. Uit de mail van 6 oktober 2014 is af te leiden dat het college of dat leden van het college mededelingen over de zaak Wilders aan de minister of aan de DG of een directeur-generaal hebben gedaan. En in document 5 van 5 oktober is te lezen dat de voorzitter van het college van PG's, dat is Herman Bolhaar, de minister zal bellen. Dat wordt in die mail nog even de nabrander genoemd. Hè. Herman zal de minister bellen. En wat zegt de verdediging over deze stukken? Ja, kijk maar, hier is toch duidelijk aangetoond dat de zaak Wilders meerdere keren is besproken tussen het college of de voorzitter van het college aan de ene kant en de minister aan de andere kant. En de verdediging doet voorkomen alsof
nou ja, alsof dit heel raar is. Alsof hier iets boven water is gekomen van, nou ja, dit kan toch niet. Hier staat Nederland, of in ieder geval onze rechtsstaat, op zijn grondvesten te schudden. Ons standpunt is dat het overleg juist helemaal niet vreemd is. Sterker nog, en dan herhaal ik mezelf weer, het vloeit voort uit hun functies. De functie van minister, de rol van minister en de functie van voorzitter van het college en de rol die de voorzitter heeft. En het vloeit voort, en we hebben ze geschetst, uit hun verantwoordelijkheden die bij wet zijn vastgelegd. En dat is het dus ook volstrekt gebruikelijk dat er geregeld overleg plaatsvindt tussen die minister en de voorzitter. Die minister wordt op die manier op vlieghoogte gehouden over de stand van zaken in lopende strafzaken. Zeker als die zeer gevoelig zijn. Dat is helemaal geen nieuwe informatie. En op eerdere zittingen hebben wij daar ook bij stilgestaan. En of dat contact nou veelvuldig is geweest of minder veelvuldig is geweest, dat is ook helemaal niet van belang. En over de inhoud van die contacten, veelvuldig of minder veelvuldig of niet veelvuldig, over die inhoud is meer dan voldoende bekend geworden. De heren Bolhaar en Opstelten zijn gehoord in het kabinet van de raadscommissaris, zijn gehoord over de vervolgingsbeslissing, zijn gehoord over de vervolging van verdachten. Er is ook het een en ander bekend geworden door de ambtsberichten die zijn toegevoegd aan het dossier en ook uit de mails en andere documenten die zijn toegevoegd uit het dossier is toch het enige, of althans meer dan voldoende bekend geworden over wat zijn nou die contacten geweest, waar gingen die over. Dan die bespreking van 25 september, wat is daar nou besproken? Vraagteken. Ja, wij weten dat ook niet. Wij weten dat in ieder geval niet zeker. We waren er niet bij. Maar waarschijnlijk het volgende. In de mail van 23 september, die mail van 12:07, worden 4 bespreekpunten opgesomd die van belang zijn. En dat zijn punten, die 4 bespreekpunten die je in die mail leest, dat zijn ook punten die je in de nota zelf kunt teruglezen. Dat zijn onderwerpen die je in die nota zelf kunt teruglezen. En die bespreekpunten corresponderen waarschijnlijk met de aantekening van die minister op die oplegnota van 16 september. We kennen de notitie. Bespreken, zie 4 punten OM. Waarbij de paraaf van die minister is gezet. De zogenaamde dunne paraaf. Wat zijn nou die 4 bespreekpunten? Als het goed is staan ze op de sheet. Dan kunt u ze meelezen. Dan gaat het over de timing van het naar buiten brengen van de beslissing. Ook in combinatie met de aangifte die tegen of in de zaak of zaken Samson en Spekman zijn gedaan. Dan gaat het over dat de nationaal coördinator op de hoogte moet worden gesteld. Dat is nog niet gebeurd. Dat lijkt mij iets voor Gerard om met Dick Schoof te bespreken. En Gerard moet dan waarschijnlijk Gerard Roes zijn. En Dick Schoof was de toenmalig nationaal coördinator terrorisme. Die NTCV moet op de hoogte worden gebracht. Want dat in verband met de beveiligingsaspecten en de monitoring van eventuele reacties in de samenleving op die beslissing. En het derde punt is dat het aanbeveling verdient om de minister-president, de MP, te informeren. De vraag is wanneer de minister van Justitie, dat moet doen. Ambtelijk zal AZ, Algemene Zaken, Departement Algemene Zaken, dat is een naam genoemd van de medewerker al daar dan ook moeten worden geïnformeerd. En tot slot wordt een opmerking over de voorlichting gemaakt. Voorlichting van het departement is nog niet geïnformeerd. Tijdig zal voor het bekend worden van de vervolgingsbeslissing geïnformeerd moeten worden. DV zal wel staan voor dienst voorlichting. Ook met het oog op de afstemming en het opstellen van de spreeklijn. Het opstellen van de spreeklijn. Hoe te reageren door die minister op vragen vanuit de pers. Bijvoorbeeld over uitspraken van kabinetsleden, over de uitlatingen van Wilde en dat daar ook afstemming met de voorlichting van het OM over gezocht moet worden. Dat zijn naar ons oordeel
waarschijnlijk, of naar alle waarschijnlijkheid, de vier bespreekpunten die bedoeld worden die door de minister bespreken, zie vier punten OM. En natuurlijk, even buiten de tekst van onze schriftelijke toelichting om, of een aanvulling daarop. De verdediging heeft afgelopen maandag gezegd, ja, daar is veel meer besproken. Kijk maar naar het woordje met name, of voor het vervolg met name. En zegt, ja, daar zullen ongetwijfeld andere dingen besproken zijn. En die andere dingen die dan besproken zijn, dat zijn precies de dingen die hebben geleid tot het veranderen van standpunten en beslissingen die door het OM genomen of voorgenomen waren. Ik weet het niet of dat zo is. Ja, het zou kunnen. Ik kan niet zeggen dat het niet zo is. Maar het verbaast me wel dat de verdediging dat met zoveel stelligheid zegt. Als je kijkt van, goh, wat is er nou in die notitie te lezen? En wat is er nou in de mail die daar samenhang mee is geschreven? Wat is daar te lezen? Dan lijkt het toch te gaan over timing, over NTCV op de hoogte brengen, de minister-president op enig moment informeren en over voorlichting. Welke lijn gaat die minister aanhouden en welke afstemming wordt daarbij gezocht met het OM. En dan vind ik het van, natuurlijk kun je suggereren van, ja, er zal wel heel veel meer besproken zijn. We weten niet eens hoe lang die bespreking heeft geduurd. En veelal wordt daar niet al te heel, is de agenda van en een minister, maar ook van een voorzitter van het college beperkt. Het is lastig om in zo'n agenda ruimte te vinden. Dus om nou maar zomaar te zeggen, ja, zie je wel, daar is, omdat er staat met name, daar is veel meer. En er zijn ook vele andere dingen besproken. En het kan niet anders zijn dan dat daar de beslissing is omgeturnd. Of dat daar juridische munitie is meegegeven die het OM zou moeten gebruiken. Dat gaat mij veel te ver. Terug naar de tekst, mevrouw de griffier. We hebben al eerder op de zittingen van 3 en 10 september gezegd dat deze bespreekpunten niet het nemen van de vervolgingsbeslissing betreffen en dus geen sturing zijn, niet als sturing is aan te merken van het departement, lees dus van de minister op de vervolgingsbeslissing, die al, en we herhalen het, toen al genomen was. En dat geldt ook voor die nabrander. Die nabrander even, morgen zal Herman bellen. Uit de mailwisseling van 5 oktober 2014 is af te leiden dat die telefonische afspraak tussen Bolhaar en Opstelten een gesprek betrof over het uitbrengen van de persberichten in zaken Wilders. In verband met zijn uitnodiging voor een verhoor en in verband met de zaken Samson en Spekman, want daar betrof het een CPO. We gaan daar nader op in. En dan kom ik bij punt 3, de persberichten. En dan hebben we het over het ambtsbericht van 7 oktober 2014. En met dat ambtsbericht is de minister geïnformeerd dat het parket Den Haag, het arrondissementsparket Den Haag, publiek bekend zou maken dat verdachte zou worden uitgenodigd voor een verhoor en dat vervolging van hem in de rede ligt. En ten aanzien van de zaak Samson Spekman zou de CPO-beslissing door het Amsterdamse parket bekend worden gemaakt. En uit dat ambtsbericht blijkt dat het OM er heeft voor gekozen om die beide beslissingen, uitnodigen voor verhoor, vervolging ligt in de rede in de zaak Wilders en CPO in de zaken Spekman en Samson, om daar één persbericht over uit te brengen. Wat betreft die persberichten over het publiek bekendmaken van deze beslissingen, vervolging in de rede CPO, zien we bemoeienis van de minister. Ook wij zien bemoeienis van de minister, door die minister. Die mails van 7 en 8 oktober die gaan over het splitsen van die persberichten. Niet één, maar daar moeten er 2 komen. Over de niet-vervolging CPO Samson Spekman en over de wel-vervolging van Wilders. En in de mail, of uit de mail van 8 oktober 2014, blijkt dat die minister dus, zoals gezegd, 2 persberichten wil. En die mail is te lezen, minister is nog niet akkoord, Merel heeft het druk.
Oh ja, en minister wil nu 2 persberichten. Merel gaat dit weigeren. We weten allemaal wie Merel is. Persvoorlichter van het OM. Ook bij deze mail of bij deze mailwisseling hebben wij uitvoerig stilgestaan in onze brief van 5 december 2019. Dat is de brief waarbij wij ons procesverbaal hebben aangeboden. En ons op 5 februari van dit jaar uitgesproken standpunt over de zoekslagen. En ook op 3 september 2010 hebben wij hierover al veel gezegd. Buiten de tekst om, en dat is wat wij afgelopen dinsdag bedoelden met de opmerking, ja, eigenlijk hebben wij niets nieuws gehoord. Eigenlijk praten we nog steeds, of weer, hè, en nog steeds, over stukken, mails, enzovoort, die al lang en breed aan de orde zijn geweest. En daarmee zeg ik niet dat de verdediging ze niet andermaal naar voren mag brengen en mag benadrukken. Maar betekent dat wij eigenlijk niet nieuws hebben gehoord en dat we eigenlijk afgelopen maandag in staat waren om te reageren. Waarop de verdediging enigszins verrast keek toen wij dat kenbaar maakten. Dan ga ik weer terug naar de tekst, mevrouw de Griffier. Zoals gezegd, 9 oktober 2014 zijn er inderdaad 2 aparte persberichten uitgebracht. In de zaken Wilders en in de zaak Samson Spekman. En ten aanzien van verdachte Wilders is toen bekendgemaakt dat hij door het OM is aangemerkt als verdachte en zal worden uitgenodigd voor een verhoor. En ten aanzien van Samson Spekman is toen bekendgemaakt dat hun zaken worden geseponeerd. En we hebben het al vaker gezegd, wat je ook vindt van deze mails, ze raken in ieder geval niet de vervolgingsbeslissing of het nemen van de vervolgingsbeslissing in de zaak Wilders. Het is slechts, om het zomaar te zeggen, je mag het woordje slechts ook nog wel weghalen, het is overleg over de wijze en het tijdstip waarop die beslissingen publiek gemaakt worden. Over de woordvoeringslijn dus. We hebben daar op 10 september dit over gezegd en dat geldt naar ons oordeel nog steeds. En dan herhaal ik nu wat we op 10 september hebben gezegd. Volstrekt logisch dat hierover tussen het PAG, het OM en het departement overleg is geweest. Immers de minister is politiek verantwoordelijk. Het is dus van belang dat het departement meedenkt, meepraat over hoe beslissingen naar buiten gebracht worden. De minister kan immers ter verantwoording worden geroepen over of worden aangesproken op die beslissingen. In de Kamer of door de pers. En meepraten over een persbericht kan niet op één lijn worden gesteld als met het geven van een vervolgingsopdracht. En kan ook niet worden aangemerkt als het beïnvloeden van die vervolgingsbeslissing. Het kan dus ook niet van invloed zijn op de ontvankelijkheid van het OM. Einde citaat. Over de ontvankelijkheid van het OM of de niet-ontvankelijkheid van het OM komen we later nog te spreken. Dat geldt ook, dit wat ik nu heb gezegd, geldt ook voor andere door de verdediging in de schriftelijke ronde naar voren gebrachte mails. En dan met name de mail van 8 oktober 2014, 17:55. En ook dat is weer, om het zo maar te zeggen, een interne departementsmail. Waarin te lezen is dat het college van PG's is geïnstrueerd over het maken van een afspraak met Wilders. En dan gaat het dus over het uitnodigen van verdachten voor een verhoor door de Rijksrecherche. En te lezen is dat het departement van elke stap door het OM op de hoogte gehouden wil worden. Kijk je nou naar die hele mail, en als het goed is verschijnt die op de schermen. Maar als je nou naar die hele mail kijkt, dan betreft dat op de hoogte houden van elke stap. Het departement wil door het OM van elke stap op de hoogte gehouden worden. Dan betreft dat op de hoogte houden het uitbrengen van 2 persberichten. En van de woordvoering daarover. De mail is te lezen, hè, nu. Ja, dus dat, dat is ook echt in die mail te lezen. Er komen 2 persberichten. 1 voor W, de tweede voor de 2 anderen. Goed om te weten
dat van elke stap door het OM direct op de hoogte, en dan komt er een naam, dat DG, van elke stap op de hoogte gehouden gewenst te worden. Dat is het even voor nu. Nou, wij leggen die mail dus uit van, ja, zie wel, dat gaat over die persberichten en over de woordvoering. En niet over beslissing of het veranderen van de vervolgingsbeslissing. Ook de mail die de verdediging naar voren heeft gebracht in haar schriftelijk stuk van mei dit jaar. En dan gaat het over een mail van 11 augustus. Ook die mail gaat over de woordvoeringslijn. En dat betreft een interne mail van het OM over het verhoor van Wilders. En daar zit bij een communicatieplan, er zit een conceptbericht en er zit een concept Q&A. Dat zijn bijlagen bij die mail. En die mail is vervolgens met die bijlagen doorgezonden naar het departement. En ook hier gaat het over de woordvoering in verband met de uitnodiging van de heer Wilders door de Rijksrecherche voor een verhoor. En die uitnodiging is uiteindelijk op 9 oktober publiek gemaakt. En ook deze mail raakt naar ons oordeel niet het nemen van de vervolgingsbeslissing. Ook over deze mail denken wij dus anders dan de verdediging. En tot slot nog de mail van 8 oktober 2014, een mail van de zaaksofficier meester Bos. En dat is de mail, want ook die mail heeft veel aandacht in de pers gekregen toen die in het najaar van vorig jaar is verspreid door ons. En die mail is te lezen dat er volgens hem, dus volgens de heer Bos, een fout staat in de informatie van politie, welke fout gecorrigeerd moet worden. Het persbericht kan niet of niet verder verspreid worden. En verder zijn er dan die opmerkingen te lezen waar veel boosheid over is bij verdachten en de verdediging. Klein houden en niet uitlekken. Maar ook deze mail maakt deel uit van die mailwisseling die we net aan de orde hebben gehad over die persberichten en het splitsen van die persberichten. Niet één, maar twee persberichten. Over die opmerkingen klein houden en niet uitlekken van de zaaksofficier Bos het volgende. Want die ik zei net, er is toen veel boosheid over ontstaan in de media. En dat was aanleiding voor het Openbaar Ministerie om een persbericht uit te brengen. Naar aanleiding van de publicatie, de aandacht die RTL toen heeft gegeven over deze mail. En in dat persbericht is te lezen, en dan citeer ik het persbericht, zijn dus de opmerkingen van de zaaksofficier Bos, zijn opmerkingen uit de e-mail waaruit RTL Nieuws citeert, gaan niet over de inhoud van de zaak, maar gaan alleen over het persbericht waarin bekend werd gemaakt dat Wilders zou worden uitgenodigd voor verhoor. De zaaksofficier wilde voorkomen dat het nieuws van tevoren op straat zou komen te liggen. Hij vond dat het persbericht alleen in kleine kring verspreid moest worden en daarom schreef hij: klein houden is het devies, dit mag niet uitlekken. Er is dus, ja, ik zie de heer Wilders kijken, die zal er ongetwijfeld anders over denken en blijven overdenken. Maar wij zeggen, er is helemaal niks geheims achtergehouden door het Openbaar Ministerie. En wij blijven dus bij ons standpunt zoals dat op 5 februari, afgelopen 5 februari, ook naar voren hebben gebracht. Er is afstemming gezocht, ja, maar over de persberichten en over de woordvoeringslijn. Er is geen afstemming, er is geen overleg geweest over de inhoudelijke beoordeling van de zaak. En dit, deze afstemming over die persberichten, doorkruist ook niet de verhoudingen tussen het OM en de minister. De omstandigheid dat er bemoeienis is geweest van de minister met het uitbrengen van de persberichten heeft dus ook geen invloed op de ontvankelijkheid van ons, van het Openbaar Ministerie in deze zaak. Dan punt 4. En dat is de kwestie aanzetten tot discriminatie en het vervolgen van verdachten daarvan of daarvoor. We hebben al aan de orde laten komen het ambtsbericht van 10 september, de mailwisseling van 15 september en 16 september. Het ambtsbericht of de nota die het ambtsbericht begeleidt, de departementale nota.
We hebben stilgestaan bij de bespreking op 25 september tussen Bolhaar en Opstelten. We hebben stilgestaan bij het ambtsbericht van 7 oktober 2014 en bij het persbericht van 9 oktober 2014. En wat zegt de verdediging? Nou, als je dat nou eens gaat kijken, naast elkaar legt, onder elkaar legt, dan zie je de volgende reconstructie. En wat zegt de verdediging? Die reconstructie van al deze stukken maakt duidelijk dat het departement inhoudelijk heeft gestuurd op het ten laste leggen van aanzetten tot discriminatie. En dan vond ik in ieder geval een opvallend woord. Dan is te lezen dat volgens de verdediging, in hun schriftelijk standpunt, dat in het persbericht van 9 oktober voor het eerst wordt gemeld dat verdachte ook voor het aanzetten tot discriminatie vervolgd zal worden. De verdediging zegt, ja, daar is in de eerdere stukken door het OM geen melding van gemaakt. Dat is een ommezwaai. Die volgens de verdediging is gekomen door tussenkomst van de minister en zijn ambtenaren, dus door direct politiek ambtelijke interventie. En dat, die direct politieke ambtelijke interventie, moet leiden tot niet-ontvankelijkheid. Dus die ommezwaai kan niet anders zijn, omdat het OM daar niet eerder over iets heeft gezegd. Dat moet uit de koker van de minister, of dat moet uit de koker van zijn departementsambtenaren komen. En dat, wat de verdediging u wil laten denken, dat zal wel op die 25e september gebeurd zijn. Hoe kijken wij daar nou tegenaan? Wat vinden wij daar nou van? We hebben al gezegd, officieren, zaaksofficieren van justitie, deze zaaksofficieren van justitie hebben zelfstandig hun vervolgingsbeslissing genomen. En hebben zelfstandig, hebben zelf beslist, zelf de keuze gemaakt voor welke feiten gaan we vervolgen. Welke feiten komen er op de telastenlegging? Eerst nog even over die ommezwaai, want dat zegt de verdediging dan in haar schriftelijk stuk met zoveel woorden. Ja, die ommezwaai is op 9 oktober gemaakt. Is dat nou wel zo? Kijken we naar het persbericht dat door het OM is uitgebracht, dan is in dat persbericht te lezen, en dan citeer ik, het OM heeft Geert Wilders aangemerkt als verdachte en uitgenodigd voor verhoor. Wilders zal worden verhoord over zijn uitlatingen over Marokkanen op 12 en 19 maart 2014 in Den Haag, naar aanleiding waarvan ruim 6400 aangiften zijn binnengekomen. Hij wordt verdacht van belediging van een groep mensen op grond van ras en aanzetten tot discriminatie en haat. Dus hij wordt verdacht. En dan lees je onder meer aanzetten tot discriminatie. Dan is verderop te lezen. Binnen het OM heeft er de afgelopen maanden een uitvoerige juridische analyse plaatsgevonden naar die gedane uitspraak. Het OM is hierna tot de conclusie gekomen dat de uitspraken een verdenking van een strafbaar feit opleveren. Dat is ook de reden dat er besloten is om Geert Wilders te verhoren. Het horen van een verdachte vormt een vast onderdeel van vrijwel alle strafrechtelijke onderzoeken. De verdenking is zodanig dat strafvervolging in de rede ligt. En dat is ook wat, als u het filmpje op YouTube nakijkt, de verdediging heeft daar afgelopen maandag ook op gewezen, op dat filmpje. Dat is ook te horen en te zien in het OM-filmpje op YouTube van 9 oktober 2014. Ook daar zegt de persofficieren, zegt de persofficier van justitie, mevrouw Oswald, van ja, hij zal verhoord worden en hij wordt verdacht. En dan komen die verdenkingen, of de strafbare feiten, zoals je zojuist hebt genoemd. Dus aanzetten tot discriminatie wordt genoemd, omdat daar naast het aanzetten tot haat ook aangifte van was gedaan. Er zijn aangevers geweest die zeggen, nou, wij vinden dat u Openbaar Ministerie, de heer Wilders moet vervolgen, want hij heeft zich, naar het oordeel van de aangever schuldig gemaakt aan het aanzetten tot discriminatie. Om welk strafbaar feit het gaat waarvoor vervolging in de rede ligt, dat wordt in het persbericht niet expliciet genoemd. Er wordt wel gezegd, verdacht onder meer van aanzetten tot discriminatie, hij zal gehoord worden, vervolging ligt in de rede, maar daarbij wordt niet opgemerkt voor welke feiten dan
er wordt niet expliciet opgemerkt voor welke feiten vervolging dan zal plaatsvinden. En pas in het persbericht van 18 september 2014 wordt uitdrukkelijk dan gemeld. Zei ik september? Nee, de 18 december 2014 wordt dan wel uitdrukkelijk gemeld dat de heer Wilders ook vervolgd zal worden voor het aanzetten tot discriminatie. Dan is te lezen, het OM in Den Haag gaat over tot vervolging van Geert Wilders op verdenking van belediging van een groep mensen op grond van ras, aanzetten tot discriminatie en haat. Dit vanwege de uitlatingen van 12 en 19 maart, waar naar aanleiding waarvan 6400 aangiften zijn binnengekomen. Dat is dan te lezen. Dus dit is maar de vraag of je nou kunt zeggen, god, op 9 oktober is er in één keer een ommezwaai gemaakt door het OM. Maar het is een beetje een woordenspel, zal de verdediging nu gaan zeggen hoe je die persberichten moet uitleggen en dat vervolging in de reden ligt en welke feiten daar dan wel of niet onder gebracht zou kunnen worden. Dat zou, hè. Wij zijn te rade gegaan, want wij hebben uiteindelijk destijds, wij zijn niet de opstellers van de telastenlegging. Wij doen het, om het zomaar te zeggen, met de telastenlegging zoals die aan door de officieren aan de rechtbank is voorgelegd. Dus we zijn ook nog te raden gegaan bij de zaaks of bij een van de zaaksofficieren van, joh, hoe zit dat nou? Hoe ben je daar nou toe gekomen tot dat aanzetten tot discriminatie, althans tot het ten laste leggen daarvan? En dan merken we eerst het volgende op. De verdediging onderkent ten onrechte niet de belangrijke juridische verschillen tussen een verdenking, tussen zeg maar de beoordeling van de strafbaarheid of vermoedelijke strafbaarheid van een bepaalde gedraging in een ambtsbericht, en onderkent niet het verschil tussen voor wat betreft de beslissing om een bepaalde gedraging al dan niet in juridische varianten, verschillende juridische varianten, middels een dagvaarding aan de rechter voor te leggen. Verdenking. We weten het allemaal, die kan ontstaan naar aanleiding van een goed onderbouwde aangifte. En de verdenking van aanzetten tot discriminatie ten aanzien van de uitlatingen van 19 maart werd in deze zaak onder meer gestoeld op aangifte die door de advocatenkantoren Moscovici en advocatenkantoor Prakke de Oliveira zijn gedaan. Expliciet aangifte aanzetten tot discriminatie. Dat heeft geleid tot een verdenking. Dan even de beoordeling die in een ambtsbericht wordt gemaakt. Hè. De beoordeling die in een ambtsbericht wordt beschreven. Van wat vindt het OM hier nou van? En in dat ambtsbericht van 10 september zegt het OM, concludeert het OM tot niet strafbaarheid van de uitlatingen van 12 maart. En tot strafbaarheid van de uitlatingen, maar wel tot strafbaarheid van de uitlatingen van 19 maart vanwege groepsbelediging en het aanzetten tot haat. Aanzetten tot discriminatie werd niet strafbaar geacht. Dat is te lezen in dat ambtsbericht. Dus 12 maart niet. En voor betreft 19 maart aanzetten tot discriminatie ook niet strafbaar. Dat is een oordeel, een standpunt, een beoordeling van het OM in een ambtsbericht. Maar dat is niet tegelijk te stellen met de vaststelling of de niet-vaststelling van de strafbaarheid of de niet-strafbaarheid. Maar het betreft een inschatting ter zake van de vermoedelijke strafbaarheid. De vaststelling van al dan niet strafbaarheid is immers uiteindelijk aan de rechter, dus straks aan uw hof. En de beoordeling van de strafbaarheid in een ambtsbericht is, indien er vervolging volgt, ook niet automatisch gelijk te stellen aan het definitieve OM-standpunt. Dat standpunt wordt pas op de zitting ingenomen bij requisitoor. En dat standpunt kan zelfs nog wijzigen bij repliek. Maar uiteindelijk is dat standpunt op dat moment ingenomen leidend. Dat is het OM-standpunt. De verdediging heeft ook gezegd, ja, het OM heeft de interne twijfels die het had niet gedeeld met uw hof. En ze hebben dat breder getrokken, mevrouw de griffier, want ze hebben dat, volgens mij was het verwijt ook,
dat het OM dat ook destijds niet gedeeld heeft met de rechtbank. Het feit dat pas bij requisitoor in 2016, het requisitoor van de officieren van justitie, een definitief standpunt naar buiten wordt gebracht, brengt immers mee dat interne beraadslagingen uit 2014 niet op zitting werden of worden gedeeld. Zoals gezegd, de beoordeling van het OM in een AMS-bericht, het oordeel over de niet-strafbaarheid, betekent ook niet dat daarmee dus de verdenking komt te vervallen. We weten allemaal dat is een lagere graad, een lagere juridische maatstaf. En dat is zeker aan de orde als het opsporingsonderzoek nog niet is afgerond. En dat was in dit geval ook, want verdachte was nog niet gehoord over in deze zaak. Amtsbericht 10 september, verhoor is pas uiteindelijk 8 december plaatsgehad. Dat is ook de opmerking, strafvervolging ligt in de reden, terwijl dat verhoor nog niet had plaatsgehad. Dus dat het OM in zijn ambtsbericht van 10 september zegt, geen strafbaarheid voor het aanzetten tot discriminatie, staat ook niet op gespannen voet met dat persbericht van 9 oktober 2014, waarin wordt medegedeeld dat verdachte Wilders verdacht wordt van groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie en haat. Verdenking voor het aanzetten tot haat bestond nog steeds, zoals gezegd, onder meer op grond van die aangifte die gedaan waren en op grond van het feit dat verdachte nog niet gehoord was. In ieder geval van invloed van het departement op de zaaksofficieren is op dit punt geen sprake geweest. Dat heeft het OM ons, de zaaksofficier, ons andermaal uitdrukkelijk gevraagd door ons laat te weten. Dan bij die derde omstandigheid, verdenking, beoordeling in ambtsbericht en dan de beslissing tot vervolging. Van belang is dat de beoordeling van het OM in een ambtsbericht tot niet strafbaarheid van een gedraging niet automatisch betekent dat die zaak, dat punt, dat feit, niet aan de rechter wordt voorgelegd. Immers, wanneer de bewijsvraag, om het zomaar te zeggen, een dubbeltje op zijn kant is, of wanneer de tegenover elkaar gestelde juridische standpunten goed langs verschillende lijnen kunnen worden beredeneerd, kan het raadzaam zijn, in ieder geval bijvoorbeeld omwille van de rechtszekerheid, de kwestie toch aan de rechter voor te leggen. En dat laatste was in de onderhavige zaak in ieder geval het geval met betrekking tot de uitlating of uitlatingen op 12 maart en met de uitlatingen van 19 maart, gedaan op 19 maart, voor wat betreft het aanzetten tot discriminatie. Laten we dat aan de rechter voorleggen. En in het ambtsbericht van 10 september wordt dat voor wat betreft de uitlating van 12 maart en de strafbaarheid of de niet-strafbaarheid daarvan ook uitdrukkelijk besproken in dat ambtsbericht. De vindplaatsen genoemd. En dat is ook logisch, omdat die uitlatingen in het ambtsbericht in zijn geheel, we vinden 12 maart in zijn geheel niet strafbaar, nog op grond van 137c, nog op grond van 137d. Wij vinden eigenlijk, het standpunt is in zijn geheel niet strafbaar. En als je dan toch zegt, we gaan die gedraging vervolgen, we gaan dat feit, die uitlating van 12 maart, wel te lasten leggen, dan is dat een vergaande stap. Een opmerkelijke stap ook, van je vindt toch niet strafbaar, maar waarom maak je dan wel de weg naar de rechter? Dan vinden wij dat bespreking in het ambtsbericht rechtvaardigt. Welke afweging je maakt om die stap te zetten. Voor wat betreft 19 maart ligt dat wat anders. Want die uitlatingen werden, en dat is ook te lezen in het ambtsbericht, wel strafbaar geacht. In ieder geval voor wat betreft 137c. Als voor wat betreft 137d, als het gaat om aanzetten tot haat. Vervolging van die uitlating, de minder Marokkanen uitlating van 19 maart, als zodanig lag dan ook zonder meer in de reden. Als gezegd werd specifiek aanzetten tot haat, tot de discriminatie, niet strafbaar geacht. Maar nu, omdat in het ambtsbericht al was gezegd, 19 maart, daar gaan we voor vervolgen. Dat ligt in de reden voor zowel 137c als 137d was een zelfstandige bespreking van de telastenlegging van 137c voor wat betreft aanzetten tot discriminatie.
niet aangewezen. Ambtsberichten bevatten nu eenmaal niet altijd alle juridische finesses van een zaak. En dat hoeft ook niet, want het is natuurlijk uiteindelijk bedoeld om die minister te informeren, op vlieghoogte te brengen, zodat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Kort gezegd, naast het aanzetten tot haat, ook het opnemen van aanzetten tot discriminatie is voor het OM altijd een vanzelfsprekendheid geweest. Voor de goede orde merken wij nog op dat in het ambtsberecht ook overigens niet staat dat het OM van plan was om te seponeren voor wat betreft aanzetten tot discriminatie. En verder zou het niet ten laste leggen van aanzetten tot discriminatie volstrekt niet passen bij de belangrijke slotoverweging van dat ambtsbericht van 2014. Want wat is in die slotoverweging te lezen? Het college van PG's hecht eraan dat deze zaak, zoals tot nu toe het geval is geweest, ook in het verdere verloop vanuit diverse invalshoeken en met medeneming van diverse standpunten wordt bekeken. Het betreft immers bij uitstek een zaak die door het Openbaar Ministerie in al zijn facetten aan de rechter moet worden voorgelegd, ten einde deze in staat te stellen tot een afgewogen oordeel te komen. Einde citaat, ambtsbericht. Dat maakt dat je ook al uit dat ambtsbericht zelf deze overweging kunt afleiden dat het OM eigenlijk altijd voornemens is geweest om de uitlatingen zo breed als mogelijk aan de rechter voor te leggen. En het niet ten laste leggen van aanzetten tot discriminatie zou ook de volgende juridische consequenties kunnen hebben. Ten eerste zou het niet vervolgen voor aanzetten tot discriminatie kunnen leiden tot een zogenaamde artikel 12 strafvorderingsprocedure. Die procedure staat immers open voor het niet vervolgen van ook voor het niet vervolgen van bepaalde juridische varianten. En gelet op de specifieke aangiftes van diverse van verschillende advocatenkantoren voor betreft het aanzetten tot haat, was dat wel een reële mogelijkheid. Dat zou kunnen leiden tot een artikel 12 procedure. Het zou een juridische consequentie kunnen zijn als ze zeggen, nou, dat doen we toch maar niet. En ten tweede zou het OM het risico lopen dat de rechter bij vonnis in een overweging ten overvloede het OM voor de voeten zou werpen dat de rechter wel had kunnen of had willen veroordelen als het OM ook aanzetten tot discriminatie ten laste had gelegd. Maar omdat het OM dat nu niet heeft gedaan, kan de rechter dat niet. En dat is ook een situatie die het OM, zeker als het gaat om zo'n principiële zaak als deze zaak, waarbij het ook gaat om het verkrijgen van rechtszekerheid, eigenlijk wil vermijden. Je wil echt niet als officier of advocaat-generaal dat een rechter op zou zeggen, ja, joh, als je nou die telastlegging anders had geformuleerd, dan had het ook zo kunnen zijn. Je ziet in sommige vonnissen, of ja, met name vonnissen, zie je wel eens dat soort overwegingen van een rechtbank. Ja, we kunnen eigenlijk niet anders dan vrijspreken, we hadden graag iets anders gewild, maar ja, dat was niet te lastig gelegd. Kortom, wat concluderen wij? Het OM... dat het OM naast groepsbeledigingen en het aanzetten tot haat ook zou vervolgen voor het aanzetten tot discriminatie, stond vanaf het moment van het nemen van de vervolgingsbeslissing voor het OM als een paal boven water. Daar heeft in ieder geval, dat is wat je er zeker van kunt zeggen, het departement geen enkele invloed op gehad. Dan op dit punt, over die aanzetten tot discriminatie en de vervolging daarvan, nog een laatste opmerking. Ik heb het straks al gezegd, de verdediging meent dat het aanzetten tot discriminatie één van de punten is die, van die vier punten is, of één van de punten is die door de minister met het OM zijn besproken in die bespreking van september, 25 september 2014. En zoals gezegd, de verdediging leidt dat af uit die aantekening die is gemaakt door de minister met die dunne paraaf erbij, bespreken vier punten OM. Ik heb hiervoor daar al bij stilgestaan welke punten naar ons oordeel daarmee bedoeld worden. Daar staat in ieder geval het aanzetten tot discriminatie niet bij. Maar ook dat hele aanzetten tot discriminatie is net als alle andere opmerkingen en suggesties
suggesties van departementsambtenaren ook niet terug te vinden in die nota, die begeleidende nota van 16 september 2014. Daar lees je dat ook niet. Minister, joh, aanzetten tot discriminatie zou misschien wel kunnen. Dus je kunt ook niet zomaar zeggen, zoals de verdediging zegt, nou ja, dat zal dus waarschijnlijk wel besproken zijn. In ieder geval, de stukken wijzen er niet op. En die nota is als enige relevant in deze kwestie. En niet de onderlinge e-mails, de eerdere onderlinge e-mails van de departementsambtenaren. Omdat de minister zeg maar met het kennisnemen en dat paraferen, alhoewel het een dunne paraaf was, maar hij parafeert hem wel. Met het paraferen van die nota op 20 september 2014 zijn ministeriële verantwoordelijkheid neemt. Hè. Hij kan alleen maar natuurlijk verantwoordelijkheid nemen als die zegt, ja, hè, dat resultaat, dat, hè, die uitkomst, die is door mij geaccordeerd. En dan kan hij daar verantwoordelijkheid voor nemen. En dan kan hij er dus ook op worden aangesproken. Tot zover aanzetten tot discriminatie. Ik zal nog de punten 5 en 6 bespreken. En het punt 7 en het vervolg van onze toelichting zal door mijn collega worden uitgesproken. De punten die ik nog bespreek beslaan 4 pagina's. Dus wellicht is het misschien dan handig om even een pauze te houden. Maar dat laat ik ook aan u en ook aan de verdediging en de verdachte over wat die daarvan vinden. Dan sta ik nu stil bij punt 5, zoals ik hem daar straks heb opgesomd. Vervolging voor groepsbelediging. Ook ten aanzien van de uitlating van 12 maart is de verdediging van mening dat vervolging voor deze uitlating het gevolg is van politieke ambtelijke interventie. En ook dat is weer een conclusie die niet klopt. In het ambtsbericht van 10 september is te lezen dat de zaaksofficieren toen van oordeel waren dat de uitlating van 12 maart niet strafbaar was. En we hebben daarover geschreven en we zeggen dat nu weer, alhoewel ze twijfelden. Want te lezen is, het parket Den Haag ziet met betrekking tot 12 maart onvoldoende aanknopingspunten om te concluderen tot strafbaarheid op grond van 137c. Alhoewel het parket van oordeel is dat niet helemaal is uitgesloten dat de rechter hier anders over denkt en een veroordeling op voorhand niet wordt uitgesloten. De verdediging heeft deze passage als een ongeclausuleerd standpunt voor wat betreft de niet strafbaarheid van 12 maart betiteld. Ik lees het anders. Ze zeggen, nou, we zien onvoldoende aanknopingspunten. Maar het kan zijn, hè, we weten dat ook niet zeker, dat de rechter daar anders over denkt en dat het wel tot een veroordeling zou kunnen komen. Twijfel. Want verderop is te lezen, pagina 14 van datzelfde ambtsbericht, gelet op het feit dat de heer Wilders zich vermoedelijk strafbaar heeft uitgelaten, gelet op het gestelde in aanwijzing discriminatie, het grote aantal aangiftes, de maatschappelijke commotie omtrent de uitlatingen van de heer Wilders, ligt strafvervolging in de rede. Daarnaast zijn de aangevers, maar ook de samenleving, als geheel gebaat bij heldere grenzen tussen de vrijheid van meningsuiting en het discriminatieverbod. In dit verband heeft het parket Den Haag aangegeven dat het in de rede ligt ook de uitlating van 12 maart 2014 aan de rechter voor te leggen. Voor de rechtsontwikkeling is het goed om over de strafbaarheid van beide uitlatingen duidelijkheid te verkrijgen. Een CPO voor de uitlatingen van 12 maart lijkt ook niet aan te raden vanwege de grote kans, dan komt hij weer, op een artikel 12 strafvorderingsprocedure op dit punt. En daarnaast biedt een vervolging voor beide feiten de mogelijkheid om ter zijner tijd, en dat is dus ter zittingen, tijdens het requisitoor een genuanceerd beeld neer te zetten. Naar het oordeel van het OM geen strafbaarheid voor de uitlating van 12 maart. Wel strafbaarheid voor de uitlating van 19 maart. Einde citaat ambtsbericht. Dus ook toen, bij dat schrijven, bij dat opstellen, ten tijde van het opstellen van dat ambtsbericht, september 2014, was het oordeel van de officieren van justitie, 12 maart is niet strafbaar, maar op grond van overwegingen, die ik zojuist geschetst heb, is besloten toch vervolging te starten om op dit punt een
oordeel ook ten behoeve van de rechtsontwikkeling van de rechter te verkrijgen. Het besluit tot vervolging voor de uitlating van 12 maart was dus blijkens het Amtsbericht van 10 september al genomen voor de uitlating van de ambtenaar. Waarom niet voor beide gaan? En dat is dus die mailwisseling waar ik in het begin bij heb stilgestaan van 15 en 7, in de periode 15-17 september 2014. Er is dus geen sprake van gevolg geven aan een opmerking van een departementsambtenaar. Waarom niet voor beide gaan? Het gaat in ieder geval te ver, ik wil zelfs nog benadrukken, veel te ver om uit die opmerking te concluderen dat de vervolging voor de uitlating gedaan op 12 maart het gevolg is geweest van politiek-ambtelijke interventie. Dat is wat de verdediging doet. De zaaksofficieren hebben in hun en dat uiteindelijk de zaaksofficieren in hun requisitoor uiteindelijk wel tot een bewezen verklaring hebben gerecureerd, doet daar niet aan af. Daar lagen louter juridische argumenten aan ten grondslag. Dan ga ik gewoon verder met de tekst, mevrouw de griffier. We staan ook nog even stil wat de verdediging in haar schriftelijk standpunt van mei van dit jaar de negatieve grondhouding van de ambtenaren heeft genoemd. En volgens de verdediging is die in ieder geval onmiskenbaar aanwezig in een mail, dat is weer een interne departementsmail van 16 september 2014. En wat is er nou in die mail te lezen? Te lezen is dat de uitlating van 12 maart 2014 als een slip of the tongue beschouwd zou kunnen worden, al dus de departementsambtenaar. Hij vervolgt dan, slip of the tongue zou misschien kunnen, 12 maart, maar hij vervolgt dan met alhoewel bij deze persoon, haakje openen, vraagteken, haakje sluiten. Leest u het schriftelijk stuk van de verdediging maar na, daaruit zou volgens de verdediging onmiskenbaar een negatieve grondhouding zijn af te leiden van het departement. Dat gaat naar ons oordeel echt veel te ver. Ik weet ook niet precies wat de schrijver bedoelt. Slip of de tong, maar alhoewel bij deze persoon vraagteken. Wellicht, maar dat is maar een suggestie van mijn kant hoor. Bedoelt de schrijver dat van een ervaren debater, die ook veel ervaring heeft in het geven van interviews en met het beantwoorden van vragen van de pers, een slip of de tong niet snel te verwachten is. Zou kunnen, ik weet het niet. Maar wat eigenlijk belangrijker is, wat is nou eigenlijk de houding van het OM? Wat is nou de houding van het OM geweest? Is dat echt een negatieve grondhouding ten opzichte van de heer Wilders als persoon, als politicus? Bij het vervolgen van hem? Of hebben daar andere argumenten, afwegingen aan ten grondslag gelegen? Dat laatste is het geval. Dus in ieder geval niet de negatieve houding van het OM ten opzichte van de heer Wilders. Wij hebben op 4 oktober, en dat was dus nog voor de wraking, 4 oktober 2017, op de regiezitting toen gezegd, wat in deze zaak geen enkele rol speelt, is de politieke kleur van verdachte. Daar gaat, behalve verdachte zelf, niemand in deze strafzaak over. Wij dus ook niet. Dit is geen politiek proces waarin het partijprogramma van de PVV wordt beoordeeld. Dat was het in het strafproces Wilders 1 ook niet. En dat is het in 2017 nog steeds niet. Deze zaak dient objectief en louter met juridische blik te worden beoordeeld. Dat zullen wij doen. En zoiets hebben wij op 30 november 2018 op de nieuwe regiezitting, na de wraking, herhaald. Wij benadrukken dat politieke kleur van verdachte of de PVV geen rol speelt bij de beoordeling. Deze zaak wordt door ons objectief en met louter juridische blik bekeken. Dat is ook wat de zaaksofficieren in hun requisitoor hebben gezegd. Daarin is te lezen, en dat hebben ze ook uitgesproken, de drijfveer van het OM ligt in het handhaven van de democratisch vastgestelde strafwet. Wij zijn gebonden aan de wet. Voor persoonlijke opvattingen is geen plaats. Het OM opereert in individuele strafzaken onafhankelijk van de politiek.
En ook in de Amtsberichten die we besproken hebben, is die houding, die onafhankelijke houding, louter juridische afweging, geen persoonlijke opvatting, geen politieke voor- of afkeuren laten meewegen. In al die Amtsberichten is die houding van het OM terug te lezen. Kortom, er is met een juridische blik naar de uitlatingen gekeken. En niet met een politieke blik of een politieke opvatting over het gedachtegoed van de PVV. Dan mijn laatste onderwerp wat ik u zal voorhouden. Dat is het bekendmaken van de vervolgingsbeslissing. Want behalve dat er bemoeienis zou zijn vanuit de politiek, zou het OM zelfs politieke motieven hebben gehad. Dat is wat de verdediging stelt. Het OM heeft een politieke afweging gemaakt bij het bekendmaken van de vervolgingsbeslissing. Er zou zijn gekozen voor een politiek opportun moment. En dat is te lezen in het, dat is deels ongelakt en deels gelakt verstrekte, in dat Amtsbericht van, en dan goed opletten, 10 december 2014. En dat is het Amtsbericht van de zaaksofficieren aan hun hoofdofficier van het Haagse parket. Dus 10 december, hè, 10 september, 10 december, ligt dicht bij elkaar, ook in het uitspreken. Maar het gaat om een ander Amtsbericht dan het Amtsbericht van 10 september. In dat Amtsbericht van 10 december, dat is dus een intern Amtsbericht, officier, hoofdofficier, hebben we geschetst. Hè, zaaksofficieren, zeker in gevoelige zaken, lichten hun hoofd van het parket in dit geval de hoofdofficier van het Haagse parket. In dat Amtsbericht van 10 december is te lezen dat het bekendmaken van de vervolgingsbeslissing op 17 of 18 december, en ook hier staat weer een fout. We maken soms dezelfde fouten. U heeft deze fout niet gemaakt, maar ook hier is het een verschrijving van het jaartal. Dat moet dus zijn 2014 en niet 2019. Dus te lezen in het Amtsbericht van 10 december is te lezen, joh, die vervolgingsbeslissing, als we die op 17 of 18 december 2014 bekendmaken, dan is dat nog, en dan komt het, ruim. Is dat nog voor het kerstreces? Is dat nog ruim voor de provinciale statenverkiezing? Is het tussen het vragenuurtje op dinsdag en die minister op vrijdag? En verder is ook te lezen dat het arrest Velter waarschijnlijk, naar alle waarschijnlijkheid, op 16 december zal verschijnen. Dus wat hebben we nou? Kerstreces, provinciale statenverkiezing, vragenuurtje en de ministerraad. En we hebben ook nog het arrest Velter. En dat zou dus een politieke afweging zijn. Er zou een politiek opportun moment gekozen zijn. Nou, wat vinden wij daar nou van? Laat ik beginnen. En dat is ook weer buiten de tekst om. Wij zijn geen politici. Daar heb ik geen enkel verstand van. Ja, behalve dat ik het volg en eens in de 4 jaar stem. Maar ik ben geen politicus. En ik weet ook niet welke afwegingen gemaakt moeten worden en wat een politiek opportun moment is. En hoe het politieke spel gespeeld moet worden. Daar ben ik allemaal niet van. Als ik iets vind, zeg ik dat. En dat is een juridisch oordeel, dan zeg ik dat. En dan laat ik me niet door de politiek leiden. Maar het is in ieder geval wel logisch, want dat kun je het OM wel nageven. Het is natuurlijk wel logisch dat er wordt nagedacht over het moment van het naar buiten brengen van een vervolgingsbeslissing. Dat is niks vreemds. Maar wij halen nergens uit dat Amtsbericht van 10 december 2014 dat een politieke afweging is geweest. Het nadenken over wanneer gaan we met deze beslissing naar buiten. Want wat hebben die zaaksofficieren gedaan? Die hebben gewoon stilgestaan bij het moment van publicatie van die beslissing. En ook hier hebben wij weer ons licht opgestoken bij de zaaksofficier, of een van de zaaksofficieren. Want zij hebben dat geschreven in hun Amtsbericht, hè? En wat heeft voor de zaaksofficieren meegespeeld? Bij die zin, bekendmaken, 17 december,
kerstreces, provinciale staten, vragenuurtje, dinsdag, ministerraad, vrijdag en het arrest Velter. De beslissing om een prominent politicus te vervolgen is een vergaande en allerminst alledaagse beslissing. Het OM heeft de verantwoordelijkheid om daarover zorgvuldig te communiceren, want die beslissing leidt ongetwijfeld tot media-aandacht. Dus het OM heeft de verantwoordelijkheid om daar zorgvuldig over te communiceren. Dat volgt ook uit de aanwijzing, voorlichting, opsporing en vervolging van het college van PG's. Vindplaats is in de voetnoten genoemd. De timing van het naar buiten brengen van zo'n beslissing is van belang, omdat rekening moet worden gehouden met veel verschillende aspecten. We noemen een aantal voorbeelden. Allereerst moet de externe communicatie worden voorbereid. Op de dag zelf moeten de persvoorlichters en de persofficieren van justitie beschikbaar zijn in verband met de vele te verwachten vragen van journalisten uit binnen en ook uit het buitenland. De zaaksofficieren van justitie moeten op de achtergrond beschikbaar zijn voor eventuele inhoudelijke ondersteuning van de persofficier van justitie. Verder moeten de medewerkers belast met slachtofferzorg worden geïnformeerd en beschikbaar zijn in verband met de te verwachten vragen van de vele talloze aangevers in deze zaak. En ook de politie moet zich kunnen voorbereiden. En dat gaat dan, moet er wel of niet een zogenaamde SGBO worden in het leven worden geroepen, staf grootschalig en bijzonder optreden. We hebben dat ook eerder gelezen in die mails. NTCV moet worden ingelicht. Ook de politie moet zich kunnen voorbereiden op eventuele spontane demonstraties. Al met al vergt dit proces veel voorbereiding, het naar buiten brengen van zo'n beslissing, niet alledaags, die veel aandacht zal trekken, vergt veel voorbereiding in een kort tijdsbestek. Een kritische factor daarbij is ook het informeren van de verdediging, van de raadsman en de verdachte. Want voordat je natuurlijk naar buiten, extern kan communiceren, moeten zij eerst op de hoogte gesteld worden en zijn. Zeer kort daarop moet de externe communicatie in gang worden gezet om zodoende als OM zelfstandig de zorgvuldig voorbereide toelichting goed te kunnen uitdragen. Het voorgaande maakt dat het moment van het naar buiten brengen, van het naar buiten treden met zo'n vervolgingsbeslissing, tijdig vooraf moet worden vastgesteld en volgens een nauwgezet schema moet verlopen. Misschien wel denken, goh, wat een onzin allemaal, maar het is echt zo. Ik kan gewoon uit eigen ervaring spreken in andere zaken, dat is echt zo. Daar wordt echt over nagedacht van, als we dit bekendmaken, waar kan dat toe leiden? Waar moeten we rekening mee houden? Wie moet in stelling gebracht worden? Waarop moeten we voorbereid zijn? En dat vergt aandacht, vergt tijd en zorgvuldigheid. Zoals gezegd, het was bijzonder, het was geen alledaagse beslissing. Het was echt bijzonder voor het OM dat besloten is om een politicus te vervolgen. En zoals al eerder gezegd, deze beslissing is louter een juridische beslissing geweest. Juridische afwegingen. En om te voorkomen dat zelfs maar de schijn zou kunnen ontstaan van onderliggende politieke motieven of van de wens tot beïnvloeding van het politiek proces, was het van belang om deze beslissing kenbaar te maken buiten, we hebben dat maar genoemd, net zoals de zaaksofficier, buiten de bekende politieke hoogtepunten om. Het is duidelijk dat het niet aangaat om zo'n vervolgingsbeslissing kenbaar te maken, bijvoorbeeld een week voorafgaand aan de verkiezingen gedurende een lopende verkiezingscampagne. En voorts is en blijft, we hebben dat gezegd, het ook van belang dat verdachte en de raadsman kunnen worden bereikt op het moment dat die beslissing bekend wordt gemaakt. Dat is hoe je zeg maar die zin of die zinnen, die opmerkingen, kerstreces, provinciale staten, vragenuurtje, de ministerraad, hoe je dat nou moet duiden. Dat zijn de afwegingen die een rol hebben gespeeld. En natuurlijk kun je zeggen, bij elk moment is er wel sprake van een politiek hoogtepunt. Of zijn er altijd wel verkiezingen die naderend zijn. Gemeentelijk, provinciaal, landelijk of Europees.
Waar het natuurlijk om gaat is dat de berichtgeving plaatsvindt en zou plaatsvinden ruimschoots voor de eerst, in dit geval de provinciale staten, voor de eerstvolgende verkiezingen. En dat is ook wat er gewoon letterlijk, lees het maar op na, in dat ambtsbericht staat. En daarnaast was het van belang om naar buiten te treden voorafgaand aan het kerstreces. Dat, zoals gezegd, in verband met de bereikbaarheid van de raadsman en van verdachten. Voorkomen moest worden dat een van beiden onbereikbaar zou zijn, bijvoorbeeld vanwege vakantie. En tot slot, het OM wilde die niet alledaagse beslissing tot vervolging zelf, die juridische beslissing zelf zorgvuldig kunnen toelichten. Met zo min mogelijk risico dat deze juridisch complexe boodschap gelijk zou worden overstemd door commentaren van derden die nog het dossier, nog de materie beheersen en beheersten. En dan nog over dat arrest Velter. We hebben er eigenlijk lang over nagedacht. Van waar zit nou de boosheid van de verdediging over die opmerking? Arrest Velter wellicht naar alle waarschijnlijkheid op 16 december. Anders dan de verdediging vinden wij het niet vreemd dat ook werd gewacht op het arrest Velter. Het komt ons juist logisch voor dat een officier van justitie die bezig is met de beoordeling van een juridisch vraagstuk wacht op het oordeel van de Hoge Raad in een andere zaak over dat juridische vraagstuk. Het is natuurlijk ook niet vreemd dat een officier wacht met het publiek maken van de vervolgingsbeslissing in een zaak als een uitspraak van de Hoge Raad aanstaande is over een soortgelijke zaak. Dat oordeel, dat aanstaande oordeel van de Hoge Raad kan dan zo nodig bij de bekendmaking of bij de toelichting op die bekendmaking of op de toelichting na de bekendmaking op die beslissing betrokken worden. Ja, ik vind, of wij vinden, daar niks vreemds aan. Dat besluit om te wachten op het arrest Velter blijkt ook uit dat ambtsbericht van 10 december van de officier aan zijn hoofdofficier. Dat ambtenaren daarna op 16 december aan het OM mailen dat het arrest mooi getimed is en dat departementsambtenaren op die dag onderling mailen dat het Velter-arrest interessant is voor de Wilders, voor de zaak Wilders, heeft dus geen enkele rol gespeeld. En in die mailwisseling van die departementsambtenaren wordt ook zelfs door de departementsambtenaren opgemerkt, bevestigd dat het OM dat ook zelf wel had gezien, zelf had bedacht. Kortom, om nou te zeggen, hier zijn als gevolg van politieke interventies keuzes gemaakt, nee. Samengevat, de wijze waarop in het ambtsbericht wordt geschreven over de timing van het kenbaar maken van die vervolgingsbeslissing getuigt juist van een zuiver juridische invalshoek, gericht op het zo zorgvuldig mogelijk naar buiten kunnen brengen van een complexe juridische boodschap. Dat is, ik zou zeggen, bij uitstek de verantwoordelijkheid van het OM. Er is dus geen sprake van politieke afwegingen. En gelet hierop vinden wij de verwijten die de verdediging in de schriftelijke ronde maakt of heeft gemaakt, en die eigenlijk afgelopen maandag ook wel herhaald zijn, zeer kwalijk. Kwalijk. Zeg maar zeer kwalijk. Doordat het door het departement politieke sturing zou hebben plaatsgevonden op de vorm en de inhoud van de vervolging, zou het OM zich gesterkt hebben gevoelen in het kiezen van een rechtspolitiek momentum om de heer Wilders te raken. En dat zijn woorden van de verdediging. En wij zijn van oordeel dat dit ongefundeerde en ernstige verwijten zijn aan ons. Aan de officieren van justitie, aan het college van PG's en dus aan het OM. Zodanig ernstig dat degene die ze maakt ze niet lichtvaardig mag doen. Immers de verwijten raken de magistratelijkheid van het OM in de kern. Eigenlijk zegt de verdediging dat het OM, dus ook wij, slechts een politieke vazal van die minister is of is geweest. En dat het OM, dus ook wij,
Zijn strafrechtelijke bevoegdheden heeft misbruikt voor politiek gewin van de minister en het kabinet. En dat zijn verwijten die zijn echt ongepast en absurd. Verdachte zal er ongetwijfeld anders over denken. En het zijn ook verwijten die onjuist zijn. En ik kan echt met de hand op het hart zeggen dat er geen, en niet alleen voor mezelf, maar voor alle betrokken OM'ers in deze zaak, die bij dit dossier, bij deze politieke, of bij deze, daarvoor spreek ik me bijna zelf, die bij deze beoordeling van de uitlatingen gedaan door de verdachte Wilders, daar hebben geen politieke motieven ten grondslag gelegen. Nooit, nooit en nooit. En tot zover heeft u naar mij mogen luisteren, daar dank ik u voor. Mijn collega zal het overnemen. Ik kijk, ja, ik heb geen, zie zo snel, oh daar een klok. Ik weet niet of er even... Mijn voorkeur heeft eigenlijk om in ieder geval dat hoofdstuk 1, Romeinse 1 af te ronden vanmorgen, voordat we pauzeren. Ja. Dus dat zou inhouden dat het volgende punt over de ministerraad nu nog aan de orde komt. Ja. Maar dat is mijn voorkeur. Ja. Ik vind het prima. Vindt u dat ook goed dat we dat eerst afronden en daarna wellicht een wat langere pauze inlassen, waarbij we dan meteen ook van de nieuws gebruik kunnen maken. Ja, ik begreep over maandag van de dat de aangeeft ze 1 tot 1,5 uur nodig zouden hebben. Maar dat is dus... Gaat de goede kant op. Gaat de goede kant op, oké. Okay. Nou ja, ik heb nu, dat nog, zeg ik gelijk nog bij... 1 of 1,5 uur. Omdat ik... Ik heb nu ruimer de tijd genomen dan wat ik maandag de tijd genomen zou hebben. Ik weet niet of de rijles nog is gevolgd, maar die is in ieder geval, die had ik niet in het gevaar laten komen. Maar u kunt ermee leven dat we... Ja hoor, zeker. Een andere stem biedt misschien weer nieuw enthousiasme om te luisteren. Want het is een lange zit, dat beseffen wij ook wel, maar we vinden het toch nodig dat alles voor het voetlicht wordt gebracht. We zijn inderdaad toe aan punt 7 en dan is dat de ministerraad. De verdediging die stelt in de schriftelijke ronde dat de zaak Wilders mogelijk meermalen in de ministerraad is besproken. Er is ook betrokkenheid van algemene zaken bij die bespreking en tevens sprak de minister met de minister van Binnenlandse Zaken. En afgelopen maandag betoogde de verdediging dat sprake was van een grondige inhoudelijk-juridische voorbereiding van de minister. We waren natuurlijk allemaal niet bij die ministerraad en we weten dus ook niet wat er is besproken. En de notulen van zo'n ministerraad zijn geheim. We komen daar zo nog op terug. Maar we hebben wel de verklaringen van oud-minister van Veiligheid en Justitie, meneer Opstelten, en oud-voorzitter van het college van PG's Bolhaar bij de raadsheer-commissaris. En verder hebben we daarna pas door de minister vrijgegeven mails en ook door het OM opgeduikelde mails. We gaan in op die mails van het departement. Dat zijn mails van 20 en 21 maart 2014. Dat zijn interne departementmails. En in de mail van 20 maart, dan is het om iets over 2 uur 's middags, is te lezen dat de minister morgen, en dat is dan 21 maart, iets in de ministerraad zal zeggen over een eventuele vervolging van Wilders. En de mail van 20 maart die dateert, en dat is natuurlijk helder, een dag na de minder uitspraak van verdachten op 19 maart. En een uitspraak die direct tot grote maatschappelijke en politieke verontwaardiging heeft geleid. En het is dan ook niet verbazingwekkend dat hierover in de ministerraad gesproken zou kunnen worden. Die mail van 20 maart, van iets over 2 uur 's middags, die wordt gevolgd door een mail van dezelfde dag rond 4 uur 's middags. We hebben die mail opgenomen in ons stuk en de mail is afkomstig van hoofd VNJ en gericht aan de persvoorlichter van VNJ. Daarin is te lezen, ter informatie met AZ te delen, spreeklijn. En die spreeklijn is dan minister VNJ is bekend met de vragen rond uitspraken van de heer Wilders. Het OM krijgt veel aangiftes hierover binnen. Het OM beoordeelt deze aangiftes. Verder is in die mail te lezen voor uw informatie. U wordt geadviseerd geen uitspraken te doen over de eventuele strafbaarheid van Wilders. Discriminatie op grond van nationaliteit als zodanig is niet strafbaar gesteld.
Nationaliteit kan wel een rol spelen bij de beoordeling of sprake is van discriminatie wegens ras. Discriminatie op grond van nationaliteit is wel verboden in de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De uitlatingen van Wilders worden in de hele context bekeken en afgewogen en dat is dan de vrijheid van meningsuiting van een politicus versus het verbod van discriminatie. En tot slot is te lezen, het OM inventariseert momenteel hoeveel aangiftes er zijn gedaan tegen Wilders. Vervolgens bekijkt het OM of er grond is voor vervolging. Pakket Den Haag coördineert dit en het Landelijk Expertisecentrum Discriminatie van het OM adviseert het pakket hierover. Tot zover de mail. En hierin is dus te lezen dat de minister geadviseerd wordt geen uitspraak te doen over de strafbaarheid van Wilders. Er worden hem wel wat algemene juridische opmerkingen over discriminatie en de beoordeling daarvan meegegeven, maar dat vinden wij niet vreemd, want de minister is geen discriminatie-expert. Hij moet ook geïnformeerd worden daarover door zijn ambtenaren. En belangrijkste is dat uit die mail blijkt dat aan de minister wordt meegegeven dat het de OM beoordeelt of er grond is voor vervolging van Wilders. Dus het OM is degene die erover gaat. Dan is er nog een mail van 20 maart later op de avond, iets voor 22:00 PM. En daarin is te lezen dat de minister-president verwacht dat de minister in die ministerraad van 21 maart rond 22:00 iets zal zeggen of de vervolging van Wilders kansrijk is. En verder is er te lezen dat er een annotatie gemaakt moet worden voor Opstelten, zodat hij iets zinnigs kan zeggen in de ministerraad. En die annotatie, dat halen wij uit de mails, bestaat in onze visie uit de documenten factsheet uitingsdelicten, uitingen van de heer Wilders, die als bijlagen zijn opgenomen bij de mail van 21 maart om 7:15 ochtends. In die bijlagen bij die mail, die bijlagen zitten ook bij de stukken van de minister, daar worden de relevante wetsartikelen genoemd, statistische gegevens vermeld en een korte juridische uitleg gegeven van de artikelen, of van artikel 137d in relatie tot de uitspraak van verdachten op 19 maart. En verder is te lezen dat het antwoord op de vraag of de uitingen van Wilders strafbaar zijn complex is. En de minister wordt geadviseerd om niet inhoudelijk in te gaan op de zaak en om het OM, op basis van de vele aangiften die inmiddels zijn gedaan, de strafbaarheid van de feiten te laten onderzoeken en tot een oordeel over een eventuele vervolging te laten komen. Dus ook hier weer duidelijk, de minister wordt geïnformeerd, maar de boodschap is, het OM gaat over de beoordeling. Uit die mail van 21 maart blijkt verder nog dat de minister ook informatie van DGRR heeft ontvangen. En uit een andere mail, of mailwisseling van 21 en 20 maart, blijkt dat de minister naast die al genoemde woordvoeringslijn algemene informatie over discriminatie heeft gekregen. Als we dan deze mails samen bekijken, dus de mails van maart 2014, dan blijkt wat ons betreft dat de minister is geadviseerd om procedurele opmerkingen te maken en om de kwestie niet inhoudelijk te bespreken in de ministerraad. Die beoordeling van de vervolgbaarheid is aan het OM. En dat is ook in lijn wat Opstelten en Bolhaar bij de raadscommissaris hebben gezegd. Het OM gaat over de beoordeling. En uit die verhoren is naar voren gekomen dat er geen sprake is geweest van politieke inmenging door Opstelten. Het OM heeft zelfstandig, op juridische gronden, de beslissing genomen om over te gaan tot vervolging van verdachten. En Opstelten heeft distantie ten aanzien van het OM in acht genomen. Hij is door het OM vanwege zijn politieke verantwoordelijkheid geïnformeerd. En Bolhaar heeft over deze verhouding tussen het college, de voorzitter van het college en de minister gezegd dat de relatie tussen de voorzitter van het college en de minister in Nederland, dat we die de fluwelen handschoen zijn gaan noemen. Dus er is wel overleg, de minister wordt geïnformeerd, maar uiteindelijk is er ook distantie. De vraag blijft natuurlijk vervolgens wat heeft de minister in de ministerraad gezegd. In zijn verhoor in het kabinet bij de raadscommissaris op 11 februari vorig jaar heeft Opstelten daarover gezegd dat in zijn herinnering de zaak nooit besproken is. In zijn herinnering. Zoals gezegd, de notulen van de ministerraad kunnen we niet raadplegen, want die zijn geheim. Maar wel hebben we de verklaring van Asscher tijdens de persconferentie
En die verklaring is afgelopen maandag ook door de verdediging genoemd. Een persconferentie na de ministerraad van 21 maart. Die verklaring is te raadplegen via YouTube en ook nu.nl heeft een artikel gewijd aan deze persconferentie. Onder meer zei Asscher toen dat hij met walging naar de beelden heeft gekeken. Dat willens en wetens een groep Nederlanders wordt weggezet en mensen tegen elkaar op worden gezet. Volgens de verdediging gaf Asscher hiermee de conclusie weer die het kabinet had getrokken. Namelijk dat verdachte had aangezet tot discriminatie. De verdediging trekt hier een verkeerde conclusie. Het kabinet heeft nou juist niet de uitlatingen van verdachten op 19 maart juridisch geduid. Daar is Asscher heel erg duidelijk over. Nadat hij heeft gezegd dat hij begrijpt dat mensen zich gekwetst voelen en in grote getale aangifte zijn gaan doen, zegt hij in die persverklaring namens het hele kabinet, en dan citeer ik, het is vervolgens aan het OM om te bepalen hoe het juridische traject verder gaat. Daar hebben wij vanuit de politiek geen rol in. Dus ook hier afstand van politiek tot het OM. Verder geeft Asscher aan dat de politiek wel een rol heeft in de democratie, in de politieke arena, in het debat. En het kabinet vond het nodig om zich uit te spreken over de uitlatingen van verdachten, om aan de mensen die door de beelden bang zijn geworden te laten weten dat de rechtsstaat hen beschermt. En zodat dit soort uitspraken en dit soort taferelen, zoals de beelden in het café lieten zien van 19 maart, niet leiden tot gewenning. Dat is ook wat Asscher zegt. En dat is een boodschap van het voltallige kabinet. En dat is een politiek oordeel, geen juridische duiding. Asscher is daar helder in. En het is inderdaad zo, dat heeft de verdediging afgelopen maandag ook aangekaart, dat Asscher later in het interview op een vraag van een journalist antwoordt dat hij vindt dat er sprake is van discriminatie. Maar hij is weer duidelijk. Hij zegt dat hij namens het kabinet die dag, 21 maart, een politieke kwalificatie geeft van het optreden van verdachten. Hij herhaalt dat het OM en daarna de rechter over de juridische kwalificatie gaan van de uitlatingen van verdachten. En zij doen dat onafhankelijk van de politiek. Dus Asscher ook. Dus anders dan de verdediging stelt, werd dus wel degelijk de besluitvorming van het OM afgewacht en had de politiek daar geen bemoeienis mee. Naast die mails uit maart zijn er nog andere mails die door de verdediging in de schriftelijke ronde zijn genoemd. Het zijn twee mails van 20 en 21 maart. En het zijn beide interne departementmails. En dan kom ik bij het gesprek wat de minister Opstelte met de minister van Binnenlandse Zaken zou hebben gehad. Want in die mails is te lezen dat Opstelte en marge heeft gesproken met minister Plasterk. Hij was destijds minister van Binnenlandse Zaken in 2014. Zij zouden hebben gesproken over de uitlatingen van Wilders van 19 maart. Verder is in die mails te lezen dat een medewerker iets zal opschrijven voor de minister over de strafrechtelijke kant van de zaak. En tot slot dat door een DG van VNJ tegen beide ministers gezegd zou zijn dat vervolging geen schijn van kans heeft. Deze mails gaan over de zojuist besproken voorbereiding van de ministerraad of de ministerraad zelf. En wat ons betreft is het en marge spreken met een collega minister over de uitlatingen van Wilders moeilijk te kwalificeren als politieke beïnvloeding door Opstelte op de vervolgingsbeslissing van het OM. Want dat is de vraag die voor ligt. En de opvatting van een DG over de niet haalbaarheid van de vervolging is ook niet van belang. Het is in ieder geval een opvatting waar het OM zich niet door heeft laten leiden. De verdediging heeft ook in de schriftelijke ronde een mailwisseling van 9 oktober aangekaart. Dus ook een interne departement mailwisseling. En dat gaat over een korte tekst die de minister eventueel kan gebruiken voor een toelichting in de ministerraad. En als we kijken naar de agenda, dan is dat waarschijnlijk de ministerraad op 10 oktober geweest, want dat was een vrijdag. En in die korte tekst is te lezen, het OM heeft nog geen formele vervolgingsbeslissing gegeven, maar dat het OM zegt dat vervolging gelet op de juridische analyse in de reden ligt. Verder dat Wilders zal worden gehoord door de Rijksrecherche. Binnen het OM hebben het WBOM, het LSCD en de Reflectiekamer geadviseerd en het OM is tot de conclusie gekomen dat er waarschijnlijk sprake is van strafbare uitlatingen.
En na dat verhoor van Wilders volgt een formele vervolgingsbeslissing, aldus dus de mails. Ook hieruit blijkt, naar ons oordeel, dat Opstelten, als zij al een korte tekst heeft uitgesproken in de ministerraad, zijn collega-ministers heeft geïnformeerd over de stand van zaken. We merken op dat de minister inmiddels ook door het OM was geïnformeerd via de ambtsberichten van 10 september 2014, dus een maand voor deze mailwisseling, en 7 oktober 2014, enkele dagen voor die mailwisseling. En de minister kon daar uiteraard uit putten. Kortom, uit de mails van maart en oktober 2014 kan slechts afgeleid worden dat, als de zaak al besproken is in de ministerraad in maart of oktober, alles erop wijst dat de minister telkens slechts in informerende zin heeft gesproken. Niets, maar dan ook niets, wijst erop dat de minister in de ministerraad getracht heeft politieke invloed op de vervolgingsbeslissing te bewerkstelligen. En dat spoort, zoals gezegd, ook met de verklaringen van Opstelten en Bolhaar bij de raadsheer-commissaris. Dan tot slot een aantal mails van 8 en 9 december 2016. Dus we springen 2 jaar verder in de tijd. Er zijn een drietal interne departementmails genoemd door de verdediging in de schriftelijke ronde. En die mails die houden verband met de op dat moment naderende uitspraak van de rechtbank in deze strafzaak en de voorbereiding van de minister op de te verwachten persvragen. Toen net is al aan de orde gekomen dat het logisch is dat er afstemming plaatsvindt over de woordvoering richting de pers. De minister, die verantwoordelijk is voor het OM, kan ook vragen krijgen. Wat betreft deze mails vinden wij dat deze mails buiten de onderzoeksopdracht van uw hof vallen en dus ook niet van belang zijn voor de vraag of er sprake is van politieke beïnvloeding van de vervolgingsbeslissing door de minister. Die mails die dateren van een periode waar überhaupt geen invloed meer kon worden uitgeoefend. En wij delen dus de conclusies van de verdediging niet, de conclusies die in de schriftelijke ronde zijn getrokken. De verdediging is veel te stellig en heeft haar conclusies onvoldoende onderbouwd. En dat zijn de conclusies dat de verklaring van Opstelten bij de raadsheer-commissaris over de ministerraad geheel onjuist zou zijn. Dat men, en dat is de politiek, zich zorgen maakte over de kansrijkheid van de vervolging. Dat het aannemelijk is dat in meerdere vergaderingen van de ministerraad juridisch inhoudelijk over de strafzaak is gesproken. En dat de zaak Wilders van meet af aan een onmiskenbaar politiek karakter had. Wij delen die conclusies niet. En wat u ook van alle mails vindt, de door de verdediging getrokken conclusies kunnen in onze ogen dus niet getrokken worden. Je kunt hoogstens zeggen dat de zaak een politiek karakter heeft, omdat een politicus wordt verdacht van strafbare feiten. En het is dan ook logisch dat ook de politiek zich roert. Maar dat is volstrekt niet op één lijn te zetten met een vervolgingsbeslissing gestoeld op politieke motieven, zoals de verdediging doet. Ik ben nu toe aan de conclusies uit hetgeen we zojuist hebben verwoord. Ik laat aan u, voorzitter, of wat het is. Nou. Het lijkt me goed om nu even te onderbreken. Dat we in ieder geval even ook de tijd hebben om meteen te lunchen. Kort. Ik dacht dat het geregeld was dat er een lunch ook zou zijn voor u. Daar ga ik nog even achteraan, want ik vraag me af of dat helemaal door is gekomen. Want dat moet natuurlijk wel. Dus ik onderbreek. Ja, ik neem me nu maar even ruim, want ik ben bang dat er nog wat actie ondernomen moet worden. Ja, dus tot 1 uur. Oké. Bel ik voor. Ja, prima.